Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij het grote tonijndebat. Deze avond is tot stand gekomen omdat we een tijd geleden hier ook in een zaal hierboven een gesprek over... Oh, dat is al heel goed. Ja, kan iedereen nu even zijn telefoon op zacht zetten? Ja, allemaal. Heel goed. We een avond hadden over vis... Zuiver op de graad. En wij kwamen er in die avond achter dat het bezoek van het publiek van die avond eigenlijk al heel erg betrokken is bij het thema over duurzame vis. Maar er toch nog heel veel kennis ontbrak. Of eigenlijk aangevuld moest worden. En na afloop zeiden toen een paar mensen tegen elkaar, we moeten gewoon eens een hele avond over één, want we hadden toen over een heleboel verschillende vissen, soorten. We moeten eens gewoon één avond gewoon eens even helemaal de diepte in. Met één vissoort en alles wat we daarover kunnen bespreken, kijken of we dat op het podium krijgen. En daar, het resultaat daarvan is vanavond. Goed, want we eten ongelooflijk veel. Nou, we eten eigenlijk niet zoveel vis ten opzichte van andere landen. Maar als we dan vis eten, dan staat tonijn echt in de top 3 van vis. We hebben 41 miljoen blikjes tonijn gegeten als Nederland. Het is een controversiële vis. Want iedereen die wel nog vis eet, even checken. Wie eet er nog vis in deze zaal? Oké, wie eet er geen vis meer in deze zaal? Heel goed. Iedereen die nog vis eet, wou ik zeggen. Maar goed, dat bent u dus bijna allemaal. Die heeft het wel eens meegemaakt dat je dan tonijn bestelt... en dat er dan tegenover iemand zit en die zegt... Wat doe jij nou? Ik bestel tonijn. Weet je wel dat dat helemaal niet duurzaam is? En dan denk je, vanavond krijgt u de argumenten. Kunt u uw mening gaan bepalen wat uw antwoord wordt in zo'n soort gesprek. U krijgt heel veel verschillende perspectieven te horen op... hoe wordt die tonijn gevangen? Wat vinden we met elkaar? Wat duurzaam is en niet? Wat verantwoord is en niet? Wat kunnen we daar als consument aan doen? Wat doen grote bedrijven daar al aan? Allerlei maatschappelijke organisaties. En aan het eind van de avond bent u echt een beetje een mini-expert tonijn geworden. Dat beloof ik. Goed. We gaan ook even testen, u krijgt zo direct een crash course. Daar beginnen we deze avond mee, tonijn. Maar we gaan even testen wat het instapniveau moet zijn van die crash course. En dat doen we door u te vragen om even een quizje met mij te doen. En dat doen we dan via de telefoon. Dus u hoeft hem helemaal niet uit te zetten, maar wel zacht. En dat wil ik vragen of u daaraan mee wil doen. En dan even naar een website te gaan op uw telefoon. En dan naar menti.com te gaan. De Zwijgerzalen is het wifi als u geen 4G heeft. En dan de Zwijger ook als password. En dan is de eerste vraag die u op het scherm als het goed is krijgt. En ik kan daar zien wie antwoordt. Dus dan zien we wel wie er allemaal is ingelogd. Heeft iemand probleem met inloggen? Nee? De code die u intoetst is 352480. Dus u gaat naar menti.com, dan krijgt u een vraag van vul een code in. Daarin toetst u 352480. En als u dat heeft gedaan, dan komt u op de eerste vraag. En dan moet u, als het goed is, dit op uw scherm zien met de vraag. Bent u het eens met deze stelling? Alle tonijn is bedreigd. Is dat waar of is het waar of niet waar, deze stelling? Mythe hebben we het genoemd. 40 mensen hebben nu geantwoord en heel weinig mensen in deze taal zeggen alle tonijn is bedreigd. 10, minder dan 10% van de zaal. Wie is dat? Wie hoort bij die 10% die zegt het is waar, alle tonijn is bedreigd? Zijn dat toevallig de twee mensen daar die ook geen vis eten? Nee? Wie heeft dat gezegd? Het is waar? Oké. Kan je even uitleggen waarom je dat hebt geantwoord? Nee, het is een gok. Nou, dat is dan heel teleurstellend. Ja, Helemaal geen spannend betoog. Dit is de eerste vraag om te testen wat u allemaal weet. Mythe 2. Hengelgevangen tonijn is altijd duurzaam.
hengelgevangen tonijn is altijd duurzaam. Weer zegt zo'n 10% dat is waar. En het antwoord is natuurlijk dat het niet waar is. Omdat, wie wil dat even toelichten? Wie kan even toelichten waarom het niet waar is? U heeft allemaal niet waar gestemd. Oh, ja, even kijken. Ja. Het lijkt me dat als er een bepaalde soort tonijn per definitie bedreigd is, dat ook als je met een hengel eruit haalt, dat het niet duurzaam is. Precies. Sommige soorten tonijn zijn wel degelijk bedreigd. En dan zeg je, ja, als je die, hoe je ze ook vangt, dan is het dus niet duurzaam. Dus evident. Ja, dus het hangt van verschillende factoren af. Het soort tonijn, waar de vis gevangen is, welke vistechniek gebruikt worden en of er afspraken worden gemaakt rond vangstbeperkingen. En nou ja, goed. Hengelvangen wordt wel over het algemeen gezien als een techniek met beperkte impact. Maar goed, dat zegt dus niks over als je het gebruikt op plekken waar vis al heel schaars is. Dan wordt het toch niet gezien als duurzaam. Derde mythe. Mensen kiezen steeds voor tonijn in promotie. Nou ja, stelling. Dus is het waar of niet waar? Mensen kiezen steeds voor tonijn in promotie. Dus, ik snap het ook niet. Ja, de aanbieding. Dus, als je tonijn in de aanbieding doet, wordt het echt. Dus, er is een. En wat krijgen we dan nu dus zien? De aantallen? Waar? De helft van de. Dus 30% zegt het is waar. Mensen kiezen niet waar. Dus mensen kiezen steeds voor tonijn als het in de aanbieding is. En dan maakt het duurzaamheidskeurmerk dus niet meer uit. Als ze dat wel belangrijk zouden vinden of niet. Of andere argumenten. Dan wordt de prijs toch echt de belangrijkste factor. En dat toets je eigenlijk als je iets doet aan de prijs. Je maakt er een actie rond. Ja, je maakt er een marketingactie van. Wordt er dan meer tonijn geconsumeerd? En het antwoord is natuurlijk niet waar. Goed. Het antwoord is niet waar. Jullie hebben de hele tijd gelijk. Dus de crash course kan op een wat hoger niveau. Dan gaan we naar de laatste om even te checken. Tonijn met een keurmerk, een echt keurmerk, is duurder. Is dat waar of is dat niet waar? Dus is het nu waar? Er wordt hier gevraagd in de gedroomde situatie, maar dat is niet wat deze vraag vraagt. Ja, voor de consument. Tonijn met een keurmerk is duurder. Is dat waar of is dat niet waar? Ik zit hier met een paar. Is dat nou waar of is het nou niet waar? Wat is het echte antwoord? Goede antwoord. Het ligt eraan. Dat is echt het goede antwoord. Legt u even uit waarom het eraan ligt. Waar ligt het aan? Nou, of je het uit het schap koopt. Of dat je het in promotie koopt, dat kan. Ja, ja, dus als je nou in promotie duurzame vis koopt, want dan is er een aanbieding, dan kan het goedkoper zijn dan niet duurzame, gecertificeerde vis. Zou kunnen. Ja. Dat is uw antwoord waarom het eraan ligt. Is dat het goede antwoord of is er nog een ander argument? Het is waar. Het is waar, want? Ja. Dus gecertificeerde vis wordt op dit moment moet je meer voor betalen om die vis te halen. Even los van het feit dat het niet te duur is, de andere tonijn is te goedkoop geworden. Ja, maar er wordt hier geen kwalificatie gemaakt. Je kan ook zeggen, tonijn zonder keurmerk is goedkoper, maar dan hebben we nog geen waardeoordeel uitgevuld, maar alleen een feitelijke situatie geconstateerd. U zegt hier waar? En 7 maar niet waar, terwijl er wordt genuanceerd over gedacht. Dus in de crash course moeten we daar misschien wat meer ook over prijsmechanismen en certificering even praten. Oké. Dank daarvoor. We hebben nu uw kennisniveau een beetje, de startniveau. Er zitten hier mensen die redelijk op de hoogte zijn van hoe het zit. Dus daar kunnen we dan in ieder geval mee door. En dank.
Jullie mogen jullie telefoon weer wegdoen. Wat zijn nou vragen waar die we nu nog niet gesteld hebben? Dit waren hele algemene vragen. Waarom u hier vanavond zit? Zijn er mensen die zeggen, ik wil echt iets weten over tonijn en daarom ben ik hier vanavond gekomen? Iets waar u nieuwsgierig naar bent. Niemand is nieuwsgierig naar iets? Ja. Ja, ik ben wel nieuwsgierig of ik zonder schuldgevoel nog wel tonijn kan eten. Dat weet ik gewoon nog steeds niet, of dat zo is. Dus daar hoopt u vanavond in ieder geval argumenten voor te krijgen om daar uw mening op te bepalen. Oké, lijkt me goed. Dus kan dat moreel gezien nog? Goed. Wat zijn andere vragen? Ja. Ik ben wel nieuwsgierig of er meer verse tonijn wordt gegeten in Nederland de laatste jaren. De sushi? Ja, de sushi bijvoorbeeld, sashimi, et cetera. Dus hoe zit het nou eigenlijk met wat voor soort tonijn er wordt gegeten en welke volumes? En wat is daar de trend in de afgelopen jaren? Oké, lijkt me ook een relevante kwestie. Zijn er nog andere mensen die zeggen, ik heb nog wel een kwestie die ik naast... Ja, ik wil graag weten hoe het is met de blauwvintonijn. Wat de stand daarvan is. Ik heb het boek van Stefan Adolf gelezen. En ik begreep dat hij op het punt van uitsterven stond. Ik heb ook begrepen dat hij weer beter doet. Nou, ben ik heel benieuwd hoe dat dan is. Hoe staat het met de blauwvintonijn? Of daar wat meer over verteld kan worden? Ja. Zijn er nog andere kwesties? Nou, dat lukt wel. Voor de gesprekken die we nu gepland hebben. We gaan naar de eerste spreker. En heel graag vraag ik een groot welkom op dit podium voor culinair journalist Joël Broekhaart. Geef hem een groot welkom. Oh ja, en ik moet vermelden dat je net uit het vliegtuig komt. Dus misschien heeft dat effect... Dat moet van Barbara. Barbara, ik moest dat zeggen. Oh, jawel, ja. Dat heb ik wel gezegd. Ja, Barbara die is altijd heel keurig, dus jij hebt dat wel gezegd. Zeg even dat ik net uit het vliegtuig kom. Ja, als ik straks... Wacht. Nee, ik bedoel, als ik zo langzaam wegdoezel, dan weten jullie hoe het komt. Ja, oké. Kan jij vertellen... Wat is er nou aan de hand met het tonijn? Wat is jouw beeld van het... Debat, tonijn? Dat is een hele grote vraag. Laat ik beginnen met zeggen dat ik ben een gespleten man. Ja. En daarom ben ik hier en ben ik ook heel benieuwd naar de rest van wat er vandaag gaat gebeuren, vanavond. Aan de ene kant ben ik een gourmand en kan ik echt zo onwaarschijnlijk verleid worden door een... allermooiste sushi-restaurant in Japan, waar er dan zo'n chef die al 60 jaar zichzelf gespecialiseerd heeft in één en hetzelfde ding, die precies de juiste bite in die rijst, precies de juiste verhouding tussen zoet en zuur aangemaakt met zo'n waaierrefsen. Het perfecte canapeetje rijst, waar dan zo'n dun lapje glimmende rode, perfect. Prachtig malsen, precies met de juiste hoeveelheid vet daarin ligt. Waar die met een kwastje een minuscuul beetje sojasaus overstrijkt. Dat is zulke perfectie en eenvoud. En dat kan ik zo ongelooflijk... Ja, hoe moet ik dat... Ja, u snapt het. En tegelijkertijd ben ik ook een nerd. En heb ik al 8 keer de Blue Planet helemaal uitgekeken. En maak ik me verschrikkelijk druk om tonijn en om paling. En denk ik, het is zo verschrikkelijk als dat er niet is. En hoe kunnen we zo roekzichtloos... ons gedachteloos een weg vreten door een hele diersoort, eigenlijk. Ja. Dus. Ja, ik krijg echt meteen trek, terwijl ik toch een best wel goede curry heb gegeten net. Want het is dus blijkbaar, is het daarom zo'n groot debat, omdat die vis zo ongelooflijk lekker wordt gevonden over de hele wereld. Overal, dat is het. Ja, nou ja, ja, dit is. Kijk, er zijn meer dingen lekker dan alleen tonijn. Laten we dat voorop zetten. Maar er is eigenlijk, en dat maakt het ook zo verschrikkelijk moeilijk, en daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. Is er iets
wat je zou kunnen, waardoor je het zou kunnen vervangen. Hmm. En dat kan ik eigenlijk niet bedenken. Ja, het tonijn is iets. Het is een machtig dier. Het is de biggest, baddest hunter in de oceaan. En dat maakt hem zo ongelooflijk anders ook dan andere vissen. Ik denk dat wat heel veel mensen die vis niet lekker vinden, vinden wel tonijn lekker. Omdat het iets heel vlezigs heeft en iets heel dieps. En dat komt, een beetje technisch verhaal, maar dat komt in principe door het verschil tussen waar je spieren voor gebruikt. Zeg maar, je hebt luie spieren en werkende spieren. Beste, ik kan het uitleggen door het verschil van een kipfilet en een eendenborst. Dat kent iedereen. Een kip doet niks, die vliegt niks. Dus die doet niks met die borstspieren, af en toe fladderen. Dus die zijn spierwit. Dat zijn witte spiervezels. Die zijn ingericht om hele korte, snelle bewegingen te maken. En meer niet. Maar een eend, die moet kilometers moet die vliegen voor zijn wintertrek. Dus die spieren die zijn vuurrood. Die zijn namelijk heel anders opgebouwd. Die zijn gemaakt om heel langdurig werk te verrichten. En dat betekent dat ze hun eigen hele kleine energieopslagjes hebben aan kleine vetdruppeltjes. En ze hebben vooral heel veel myoglobine. Dat is een eiwit wat heel erg lijkt op het hemoglobine wat wij in ons bloed hebben. Daar zit ijzer in om zuurstof te binden. Hè, want die spiercellen die moeten doorwerken en doorwerken en doorwerken. Dus die hebben een opslag aan zuurstof nodig. En dat maakt het vlees, net als ons bloed, rood. En die tonijn, die zwemt kilometers. Die zwemt de halve aarde over. En die heeft een enorm uithoudingsvermogen. Volgens mij het snelste exemplaar, maar dat gaan we waarschijnlijk allemaal van Steven horen. Die zwemt zo'n beetje 75 kilometer. Dat is sneller. 75 kilometer per uur is sneller dan het snelste Amerikaanse fregat uit de marine. Dat vind ik zo'n mooi feit. Dat beest. Ping. En daar moet hij dus ongelooflijk sterk voor zijn. En dat geeft hem dus die. Nou ja, al die extra dingetjes die erin zitten, die vetten en die eiwitten en alle, vooral ook alle afbraakproducten van de verbranding die plaatsvinden in die cel. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die achterblijven, kleine stukjes suiker, kleine stukjes aminozuur. En dat maakt het zo verschrikkelijk lekker. Dat is namelijk wat wij proeven als we het eten. En die stukjes aminozuur, die afbraakproducten van die eiwitten, dat zijn. Dat zijn de dingetjes die umami-smaak geven. Die hele hartige smaak die aan rood vlees zit. En ook bijvoorbeeld aan tomatenpuree en dat soort dingen. En dat is waarom tonijn zo onwaarschijnlijk lekker is. Omdat die smaakt naar rood vlees en tomatenpuree. Even een lang verhaal kort. Wauw, ja, dat zegt een ode. Ja, ik bedoel, dit wel al gezegd. Kun jij uitleggen, een ode geven aan tonijn? Of ode brengen aan de tonijn? En dat kan dus eigenlijk alleen maar door hem echt heel goed te begrijpen. Ik bedoel. Het gaat zelfs zo ver dat. Wat eigenlijk best wel gek is als je daarover nadenkt. Als we een koe hebben, die verdelen we in allerlei verschillende onderdelen. Iedereen weet het verschil tussen een ribeye en een entrecote. En dat de kogelbiefstuk anders is. En dat je een stooflap moet zullen. Maar bij vis zeggen we vis. Alleen behalve bij de tonijn. De Japanners die maken een onderscheid tussen de. Nou is mijn woord me ontschoten voor de rug. En dan heb je de chutoro en dat zit aan de zijkant. En de otoro en dat is de buik. En die is het vetst van alles en het most prized. Daar betalen ze het meeste voor. Dus dat beest wordt zelfs zo gewaardeerd dat ze een onderscheid maken. Want de rest van de vis wordt gewoon vis genoemd. Ja precies. Je weet niet wat het allerlekkerste stukje van de snoek is. Dat weten we misschien ja, ik wel. Maar jij wel. Maar zo wordt het niet verkocht. Je kan niet naar de winkel zeggen. De wangetjes. Alleen, ja, wangetjes zijn altijd. Ja. Dus dat is. Dus juist omdat het zo'n bijzondere beest is. Met zo'n bijzondere leven. Wordt hij zo lekker. Oké. Dus is dat. En dat is. Is dat overal zo? Of kunnen wij dat die hele bijzondere delicatesse smaak, bij delicate smaak, kunnen we dat ook buiten Japan? Wordt dat gewaardeerd? Is dat... Ja, tuurlijk. Dat is in alle, ik bedoel, je pizza al tonno en de tuna melt bagel en noem maar op. Elke cultuur eet tonijn volgens mij wel zo'n beetje. Ja, precies. Oké. Dus en dan is dus de vraag, dit is die ene kant van de medaille. Het is gewoon een prachtig, je zegt om allerlei redenen hoe dat beest leeft en hoe die samenstelling van die spieren is. Is het een wonderschoon stuk vlees of stuk vis? En dan gaan we naar de andere kant van de medaille. En wat gebeurt er dan?
Ja, dat is iets, bij mij is dat vrij persoonlijk. Ik ben een liefhebber van natuurdocumentaires en ik vind het fantastisch om... Ik vraag me altijd af waarom mensen zo graag naar de ruimte willen, terwijl we nog niet eens snappen wat er in de zee gebeurt. Snap je? Ik vind het wonderlijk om te leren hoe de natuur werkt. Of hoe dat vind ik het leukste van eten. Als ik stukjes over eten schrijf, dan gaat het nooit echt over eten. Het eten is eigenlijk alleen maar het kapstokje om een geschiedenis of een wetenschap of weet ik veel, de biologie ergens achter in te duiken. En als je dan gaat kijken, lezen, documentaires over die tonijnen, dat zijn zulke magnifieke beesten. Het zijn zulke machten. Ze staan helemaal aan de top van de voedselketen. Ze zijn zo waanzinnig belangrijk en ze zitten zo briljant in elkaar. Sommigen kunnen zo, die kunnen hun vin intrekken om nog sneller te zwemmen. En sommigen die zijn warmbloedig. Die kunnen door die spierkracht, die enorme spiermassa, kunnen ze dus energie opwekken of warmte opwekken die ze gebruiken om de hersenen warm te houden. Want in koud water gaat alles langzamer. En als je moet jagen, dan is het handig als jij wel sneller bent. En dan denk je opeens, waarom zijn we dat in godsnaam aan het uitroeien? Ik bedoel, het is verschrikkelijk lekker. Maar het vervelende is, ik denk dat 90% van de mensen die tonijn eet, eigenlijk geen idee heeft. Die kun je net zo goed een makreel geven. Ja, dat klinkt heel lullig. En misschien, en dan niet jullie, ik bedoel niet jullie natuurlijk. Maar het is wel, nee, maar het is heel erg. Maar het is heel vervelend dat het zo gedachteloos gebeurt. Dat er zo onwaarschijnlijk veel kilo's naar binnen worden gewerkt in all-you-can-eat sushi restaurants. Waar mensen die echt waarschijnlijk nog geen zalm van een tonijn van elkaar kunnen onderscheiden. En die zitten dat allemaal weg te werken. Terwijl het zoiets prachtigs is. Dan denk ik, vis er af en toe eentje. Laat daar een hele goede kok iets mee doen. En blijf voor de rest met je fikken vanaf. Maar ja, dan wordt het iets heel elitairs. En dan is dat ook weer een probleem. Ik ben er ook niet uit hoor. Dus dat... Ja, en, maar toch is er. Dus is dat zo? Want ja, wat ik er wel aantrekkelijk aan de redenering vond, en ik geloof hem ook meteen, is dat die tonijn eigenschappen heeft die maken dat hij eigenlijk niet vervangbaar is. Dat je als kok probeert om hoe kan ik die tonijn op de een of andere manier vervangen in gerechten. Dat kan niet. Dat maakt hem zo uniek. En aan de andere kant zeg je, nou ja, maar grote delen van de mensheid, kunnen we net zo goed een zalmpje of een makreeltje voorzetten. Ja, als je naar een all-you-can-eat sushi is, zo, wat ik net schetste aan het begin, het is de perfectie van die eenvoud, die jarenlange kunst die daarin zit. Als je dat gaat eten in een vreedschuur, dan snap je niet waar je mee bezig bent. Ga dan iets anders eten, alsjeblieft. Weet je, dan, dat kan ik me dan over opwinden. Ja, dat is mooi. En is sushi in Japan de allerbeste manier om tonijn te eten? Stel dat we niet zo vanwege duurzaamheidsredenen niet helemaal naar Japan willen vliegen allemaal. Je hebt ook mensen hier die heel goed sushi kunnen maken. Hè? Dat, ja, precies. Dus doe eens even wat als hier mensen zitten die denken, oké, ik ben overtuigd. Ik moet dit als een delicatesse gaan behandelen. Nou ja, maar er zijn ook niet-Japanse chefs die hele mooie dingen met... Wat ik het mooie vind aan sushi en sashimi is omdat dat je gedwongen wordt om je heel erg te concentreren op dat ene kleine plakje. En op een gegeven moment heb je ook dan genoeg aan dat ene kleine plakje. Want je hebt het heel aandachtig gegeten. En nogmaals, dat is waarom all-you-can-eat sushi tenten zo'n ongelofelijke verschrikking zijn. Dat vindt iedereen nu, begrijpt iedereen dat je dat vindt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar het slaat echt nergens op. It defies the whole purpose. Het is, dus ik denk dat dat een hele goede manier is om daarvan te genieten. Maar ik heb ook... Het is 4-5 jaar geleden. En ik kan me echt nog letterlijk herinneren hoe het smaakte. Was bij Sydney Schutte, wat nu Spectrum heet, vroeger Libraïs Zus. Die had zo'n minuscuul blokje blauwvintonijn erop liggen. Met een ring daaromheen, gemaakt van chocolade en foie gras. Met, geloof ik, maar nou weet ik niet, iets van balsamico. Heftige smaken. Best wel stevige smaken. Maar zodra die tonijn proefde, deden al die smaken, die deden zo. En het was zo knap gemaakt. En ik heb er iets over geschreven. En ik heb erbij geschreven. Ja, wel jammer dat het blauwvintonijn is, want dat hoor je niet doen. En Sydney heb ik daar nog over gesproken. En die zei, ja, ik ben daarover na gaan denken. We zijn het nu met geelvintonijn gaan doen. En het werkt niet. En ik snap het. Het werkt niet.
En dus is het gerecht van de kaart, of niet? Ja, nou ja, ik mag hopen dat hij niet 5 jaar nee, later nog steeds precies, hetzelfde doet. Maar precies, dat, ja, dat wel, ja. Maar dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik zo blij ben dat we hier zijn vanavond. Wat er ook gezegd gaat worden, wie er ook met elkaar op de vuist gaat. Ik denk dat het heel goed is. Dat, ja, ik hoop dat het leuk wordt, toch? Dat, ik denk dat het verschrikkelijk goed is dat we hier zitten. Want ik, dan nog één laatste anekdote. Ik zat bij een restaurant in Brabant ergens van ook een waanzinnig goede chef. 2 sterren, geweldig. We hadden een waanzinnige avond. Het was echt prachtig. En ik heb een hele mooie recensie geschreven. Maar ik heb daar ook in geschreven, ja, ik vind toch dat ik er elke keer iets over moet zeggen. Ja, blijkbaar is er toch behoefte ook aan om een avond hierover te organiseren. Dus mensen moeten het horen. Ik zei van jammer dat er blauwvintonijn op. En dan was de chef was echt verbouwereerd en verbolgen. Want die had net van zijn visleverancier gehoord. Ja, maar u bent supergoed bezig. Want deze blauwvin die is opgekweekt ergens bij een reservaat in de Malediven. En daar voelde ik me weer zo verschrikkelijk kloot over. En dan denk ik, nou heb ik precies die ene chef die zijn best doet om iets na te vragen bij zijn visboer. Maar ja, die heeft ook maar 1 informatiekanaal uiteindelijk. Dus ja, bedoel, het klopt nog steeds wel dat ik opgeschreven heb dat je dat niet moet doen. Maar ja, het is ook een beetje lullig omdat hij nou juist degene was die wel zijn best deed om er iets vanaf. En daarom denk ik dat we snel moeten gaan beginnen met deze. Ja, we gaan het even checken zo. Of die laatste analyse klopt. Maar heel erg fijn. Ik wil jou vragen om, zeg maar, als liefhebber. En ik bedoel, ik ga nu de hele tijd zin hebben in tonijn. Deze avond, dankzij deze opening. Maar goed. Als liefhebber van tonijn. Als ook bezorgde natuurliefhebber. Om een soort van, die ethische consumentenblik. Of die ethische koksblik te hebben. Dus als het te technisch wordt of als het te weinig of te veel een iets wordt waar we eigenlijk niks meer mee kunnen, dat jij even roept hallo, kunnen we het wel weer hebben over hoe ik die prachtige kok van het 2-sterren restaurant of die consument die wel probeert ethisch te consumeren, dat die ook nog een beetje daar rekening mee gehouden wordt. Dus de soort moreel geweten van de avond. Okay. Kan je dat doen? Ja. Krijg ik een roltoetertje of moet ik de microfoon meenemen? Zo, nee, je of mag, moet ik zwaaien? Moet ik ja, je mag allemaal deze mag inleveren. Ook, geef maar die microfoon, ja. En geef hem een groot applaus. Joël Broekaert. Ja. Hij komt net van een wijn-event uit Toulouse. Dat leek me nog ook wel leuk om te zeggen. Nou, goed. Dank. We gaan naar de crash course toe. En hij werd al net even genoemd door een van de vraagstellers uit de zaal, waarvan ik toen ik vroeg, wat wilt u weten? En dat ging over die blauwvintonijn. Hij weet alles van tonijn. Geef hem een ongelooflijk welkom op het podium, Stefan Adolf. Groen, andersom. Groen, dus zeg andersom. Maar zo. Maar ja. Dan, ja. Moet ik nog ergens op richten of niet? Ja. Oké, na dit fantastische verhaal van Joël kan het voor mij alleen maar tegenvallen. Ik wil een reuze saai verhaal, bovendien heb ik er 10 minuten voor. En daar moet ik vertellen hoe de duurzaamheid bij de tonijn in elkaar steekt. Nou, om te beginnen met dat laatste. Joël kreeg inderdaad een blauwvintonijn die opgekweekt zou zijn in de Malediven te eten. Malta, oké. Nou, dan zou het eventueel nog kunnen, maar anders was dat verhaal volstrekt ongeloofwaardig geweest. En had hij er onmiddellijk mee op moeten houden om het te eten, want dat klopt niet. En dat geeft ook eigenlijk wel een beetje aan wat het probleem is. Inmiddels is het vaak zo ingewikkeld geworden, wat nog duurzaam is en wat niet, dat zelfs Joël misschien denkt van ja, ik krijg dit nu op mijn bord geserveerd, maar ik heb eigenlijk geen flauw idee of het nou duurzaam is of niet. Oké. Veel mensen hebben inderdaad het idee dat inderdaad tonijn niet duurzaam is. Hoe komt dat? Nou, dat is weer diezelfde blauwvintonijn. 10 jaar geleden, een grote crisis in de Middellandse Zee, leek bijna uitgestorven. Stond toen in het centrum van de aandacht, veel acties omheen gevoerd. En dat is ook de reden dat bij veel mensen in het achterhoofd zit, fout, blauwvintonijn. Alle tonijn fout. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en wat blijkt? Eigenlijk gaat het heel goed met de blauwvintonijn. En kunnen we hem zelfs weer eten, hier en daar. Dat komt onder andere door het beleid wat in gang is gezet naar aanleiding van die protesten 10 jaar geleden. Tenminste, is één van de oorzaken. Dus dat is eigenlijk een hele positieve boodschap. Maar goed, de vraag is natuurlijk hoe
gaan even terug. Hoe staan we nu eigenlijk voor met die tonijn? Ik heb deze stoomcursus in 3 delen opgedeeld. Stukje geschiedenis uit mijn boek, wat uitkomt, Tuna Wars. Even kijken van wat duurzaamheid eigenlijk is. Want dat is ook niet zo vanzelfsprekend. En ten derde, hoe kan je die duurzaamheid organiseren? Oké, dit is een heel aandoenlijk paar wat je aan kan treffen in Gibraltar, het museum daar. Ze hebben daar opgravingen gedaan. Dit zijn Neandertalers, keurig netjes nagemaakt op basis van hun schedels. En we weten uit de resten die daar zijn aangetroffen dat de Neandertalers 70.000 jaar geleden al blauwvintonijn aten. Dat is ongelooflijk maar waar. Je vraagt af, hoe kan dat? Waren ze zo slim om ze te vangen? Waarschijnlijk niet. Ze zaten gewoon op het strand, wisten ieder voorjaar dat die tonijn van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, kwam binnen zwemmen, gingen daar rustig wachten totdat een van die tonijnen als een spier het strand opschoot op de vlucht voor de orka's die daar ook lagen te wachten. En inderdaad, ze vonden het lekker, want we zien het nu nog steeds terug in de resten langs hun vuren. Natuurlijk was dat nog niet echt grootschalig. Duurzaamheid was sowieso nog niet zo'n issue. Maar dat begint hier wel al direct te komen. Dat is eigenlijk ook heel opmerkelijk. 1200 voor Christus, dat is er even uitgevallen. Dus het is meer dan 3000 jaar geleden inmiddels. Is er sprake van echt een grootschalige tonijnvangst die op gang komt door de Feniciërs, die vanuit het oosten de hele Middellandse Zee zijn doorgetrokken, handelsvolk, veel nederzettingen. En overal waar ze kwamen zien we echt grootschalige vangst van tonijn en grote inzoutputten, zoals hier bijvoorbeeld in de buurt van Cadiz, waar ik zelf ook woon, deel van mijn tijd. Dat was echt een grootschalige visserij, een grootschalige conserveindustrie. En ook ja, misschien wel duurzaamheidsproblemen, dat weten we niet, omdat daar niets over is geschreven, überhaupt niet zoveel. Vandaar dat we pas sinds korte tijd weten dat dat inderdaad het geval is geweest. Dus, vervolgens sla ik eventjes een deel van de hele tonijnvangst over. Het is altijd een grootschalige vangst geweest, vanaf late middeleeuwen opnieuw. En vanaf de 18e eeuw kwam er eigenlijk het thema van duurzaamheid opzetten. Dat is dankzij deze man, Martin Sarmiento, een monnik in een klooster in Madrid, die door de toenmalige tonijnhertog, een van de grote industriële machten in de tonijnvisserij, werd verzocht om uit te zoeken waarom het zo slecht ging met zijn tonijnvangst. Nou, daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Hij kwam met een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat er wat meer eikeltjes in het water gegooid moesten worden, want dat aten die tonijnen vermoedelijk. Nou, er waren nog een aantal van die praktische oplossingen die niet helemaal goed uitwerkten, maar daar ging het niet om. Hij was de eerste die heeft gezegd, of het besef heeft doen postvatten van, er kan een overbevissing zijn en daar moet je voor opletten. Oké, we hebben het nu nog steeds over blauwvintonijn. De grote verandering kwam eigenlijk in de tweede helft van de vorige eeuw. Dan zie je dat die hele blauwvintonijn, die oorspronkelijk de grote grootschalige tonijnvisserij was, vervangen is door niet alleen een groot aantal verschillende tonijnen. Dat zien we op dat rechterstukje. Die blauwvin is inmiddels nog maar een heel klein stukje in volume van de totale aantal vangst wereldwijd. En je ziet bijvoorbeeld de skipjack. Dat is een tonijn die je meestal aantreft als je een blikje opent. Dat is nu de grote massatonijn geworden. Dus er is een hele range aan tonijn op de markt gekomen met allemaal hun eigen karakteristieken en hun eigen plekken waar ze gevist worden. Het betekent ook dat er veel meer vismethodes bij zijn gekomen. We hadden het net al over pond line, hengelvisserij. Purslane is verreweg de grootste visserij op dit moment. En het geeft ook wel iets aan als je na wil denken over wat is duurzaamheid en waar valt het meeste te behalen wat dat betreft, moet je ook in je achterhoofd houden hoe het gevangen wordt. Purslane, dat zijn ringnetten. Dat zijn die grote boten en die worden vaak als iets heel ergs afgespiegeld omdat ze een groot industriële vangst doen. Persoonlijk vind ik dat dat niet per se het geval hoeft te zijn, helemaal niet. Het hangt helemaal vanaf hoe je het inricht. Daarbij ook meer oceanen. Het gaat al lang niet meer alleen om die Middellandse Zee.
Je ziet eigenlijk dat de laatste tijd het grootste vangstgebied in de Pacific ligt. De centrale en westelijke Pacific. En dat eigenlijk de Atlantic bijvoorbeeld nog maar, je ziet het niet zo goed met de kleuren, maar dat is eigenlijk het kleinste gedeelte, het kleinste vangstgebied, wat nog over is. En dan tot slot het management van het tonijn om te kijken of we dat zo lang mogelijk kunnen blijven eten. Dat is ook een stuk ingewikkelder geworden. Hier zie je een aantal afkortingen waar ik verder niet op inga. Maar het zijn de grote organisaties, ik zal maar zeggen de Verenigde Naties van tonijn, die zich bezighouden om te kijken of die verschillende tonijnstoks inderdaad gevangen kunnen blijven worden. En hoe je dat het beste beleidsmatig aan kan pakken. Met wisselend succes, maar dat is een begin gemaakt. Heel kort, wat is duurzaamheid? Ook daarover bestaat ontzettend veel verwarring en interpretatie natuurlijk. Ik heb hier een aantal duurzaamheidsfactoren opgesomd. En je zal heel snel zien dat eigenlijk wil je dat hele scala doornemen, dan kom je onherroepelijk in zo'n enorme warboel terecht, dat het vaak moeilijk is om daar nog enige plan in te trekken. Maar de belangrijkste is in ieder geval geen overbevissing van de tonijn zelf. Ontzien van het zeemilieu, niet te veel bijvangst of bijvoorbeeld aas weghalen, zodat dat weer een bedreiging is voor andere soorten. Goed beheer. De laatste tijd wordt steeds meer de nadruk gelegd op de sociale verantwoordelijkheid van de tonijn. Dus tonijnvisserij, dus dat er inderdaad ook op een normale manier met de mensen die daar in die industrie werken wordt omgegaan. Footprint wordt hier en daar genoemd. Illegale, ongerapporteerde en ongeregelde vangst is een belangrijke factor. Voedselveiligheid, de laatste maand erg veel over te doen weer, naar aanleiding van het bijkleuren bijvoorbeeld. En af en toe begint ook wel iets over het tonijnwelzijn op te komen. Als we dat er ook nog eens gaan betrekken, zullen veel mensen zeggen van nou, daar haak ik af. Maar ik denk dat het wel op den duur ook een onderdeel gaat vormen van die hele reeks. Oké, even heel snel. Wat is de stand van zaken? Om ook even aan te geven dat het nog lang niet zo dramatisch slecht gaat als iedereen zegt. Het hangt helemaal af van welke tonijn, waar gevangen en op wat voor manier. Nou, hier zie je een staartje van de 23 grootste mondiale tonijnpopulatie. Die dus zijn ingedeeld naar de verschillende soorten. En daaronder zie je dan in het rijtje de verschillende vangstgebieden. En die zijn beoordeeld op de eerste drie vormen van duurzaamheid. Namelijk wat de stand is van hun stok, dus wat de populatie betreft. Als je ziet dat het in het rood is, bijvoorbeeld bij de bluefin tuna in de Pacific. Daar bij nummer 15, of nee, het is niet een nummer, maar bij catch 15. Daar zie je dat die in het rood staat. Dat betekent dat de populatie niet erg duurzaam genoemd kan worden. Vervolgens gaat het om de vangst. Dat is de tweede reeks. Dus of het wordt overbevist. Dat is bijvoorbeeld weer bij die blauwvin tonijn in de Pacific idem dito. Dat is niet zo best. En op het laatste de bycatch. Je ziet daar verschillende vormen in. Dat hangt weer af van de vangstmethode. Maar dat is een heel wisselend beeld. Er zijn een aantal tonijnen die je best met een gerust hart kan eten, maar andere niet. Nou, daar draait het natuurlijk om. Hoe kunnen we dat onderscheiden? Nou, er zijn een aantal methodes die bij ons als consumenten enigszins bekend zijn, of mogen we hopen steeds meer bekend worden. Zoals bijvoorbeeld het MSC-label, wat gelukkig in Nederland zeker bij alles behalve de blikjes zeer goed verkrijgbaar is. Je hebt de viswijzer waar je kan controleren van, nou ja, is dit een tonijn die je kan eten of niet? En daarnaast heb je nog twee andere labels die je nog wel eens tegenkomt. Dolphin Safe, ik ga er nu niet op in. Koop dat niet. Het is één grote oplichterij die al decennia lang volhoudt en waar nu eindelijk een hele grote rechtszaak tegen begonnen is in de Verenigde Staten. Waar het zou mij niet verbazen dat daarbij een aantal hele grote ondernemingen wel eens failliet aan zou kunnen gaan wegens oplichting van consumenten. En dan heb je nog een aantal labels waar u als consument niet zoveel van zal merken. Maar de industrie misschien meer. Het zijn niet zozeer labels of certificaten. Maar het zijn meer
criteria, zoals bijvoorbeeld van de ISSF, de International Seafood Sustainability Foundation, belangrijke groep van producenten die op die manier proberen om, ja, in ieder geval in de markt een beeld te creëren dat zij duurzaam bezig zijn. Nou, dat zijn allemaal zaken die bij elkaar komen, die het behoorlijk ingewikkeld maken. En dat geeft ook direct even om af te sluiten de uitdagingen die er aan te komen zijn. We hebben met die blauwvintonijn gezien dat een enorme boost is gegeven 10 jaar geleden in de aandacht voor duurzaamheid en tonijn. Dat begint een beetje af te kalven. Ik denk dat het tijd is voor weer een nieuwe impuls. Ik vind dat de consumenten meer toegang moeten krijgen tot duurzame tonijn. Dat is nog lang niet het geval. Dat retailers daarin een zeer belangrijke rol spelen. Zij zijn uiteindelijk degene die die tonijn inkopen en aanbieden aan de consumenten. Dus je mag ook hopen dat zij als knooppunt in hun inkoop en aanbod daar goed op letten. Het gevaar is, net wat we zagen met al die verschillende certificaten en criteria, is dat er een soort race to the bottom is. Er zijn grote belangen bij gemoeid. Grote ondernemingen die willen allemaal doen alsof ze ontzettend duurzaam bezig zijn. En sommigen proberen daarmee inderdaad duurzaamheidsgezicht op te zeggen, maar zijn eigenlijk bezig om de zaken uit te hollen. En dat kan vaak hele listige vormen aannemen. Zoals bijvoorbeeld FIPS, Fishery Improvement Projects. Er kunnen een aantal heel goede bij zitten. Maar je ziet ook vaak dat het alleen maar een schaamlab is. Die wordt geprobeerd om te zeggen, wij zijn op weg naar duurzaamheid en eigenlijk daarom ook duurzaam, terwijl dat nog maar helemaal valt te bezien. Dus groeiend risico, denk ik, bij de beoordeling van al die verschillende criteria en labels. En ik denk daarom ook dat er een groeiende behoefte gaat komen in sturing in die duurzame keuzes, om inderdaad te zorgen dat die duurzame tonijn uiteindelijk weer een nieuwe impuls krijgt. Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de tonijnwereld, dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk dat we ook duidelijk behoefte hebben aan een nieuwe sprong voorwaarts wat dit betreft. En ik hoop dat de discussie vanavond daar een stukje aan bij kan dragen. Dankjewel. Steven Adel. Even 4 minuten over is, tijd. Geef me niks. Is vis gecertificeerde vis altijd duurder? Even nog. Dat was wel niet waar, maar wat is nou, hoe moet je daar nou naar denk, kijken? Dat hangt een beetje vanaf. Als je naar de blikjes kijkt, zeker. Ik verbaas me ook altijd over, aan de ene kant, Bart's blikjes die natuurlijk prima zijn, maar vrij hoge prijs zijn. En misschien moet dat ook, hij vindt dat het inderdaad gaan ook wel moet. Hebben. Wie hij is. Ik, ja, Bart van Olven van Fishtails. Ik hoop dat het een beetje naar beneden kan gaan. En ik denk dat dat gaan we het zo over hebben. Tweede vraag, hoe zit het nou eigenlijk met blikjes versus vers in Nederland? En hoe de consumptie daarvan? Ik weet niet, de verhoudingsgewijs denk ik dat de blikjesmarkt nog steeds de grootste is. Ik weet niet precies, maar dat gaan we zo even aan de vismannen vragen. Ja. Okay. Dus Blauwvin werd een heel genuanceerd verhaal overgehouden. Meneer zegt, er is eigenlijk weer een update. Begrijp ik het nou goed als ik naar de lijst kijk, hè, die je net gaf? Dat natuurlijk zijn we gewaarschuwd door Joël. Het is een delicatesse, gaat nou niet zeg maar en masse. Nou, u heeft die waarschuwing gehoord. Maar als we dus in een heel mooi restaurant een stukje Blauwvin tonijn uit de Middellandse Zee voorgeschoteld krijgen, dan? Dan zou ik het niet eten. Maar niet omdat het niet duurzaam is, maar omdat ik het niet zou vertrouwen. Omdat er wordt nogal wat afgerotserd in die markt. Dus er wordt ook veel geelvin bijvoorbeeld verkocht voor blauwvin. Hij wordt ook vaak dan nog eens bijgekleurd. Maar je mag van Joël verwachten, die een fijn proef is, dat hij dat proeft. Als ik naar zo'n duur restaurant van Joël ga, dan zou ik dat toch wel stiekem doen, ja. Ja. Of stiekem, niet eens stiekem. Dan zou u het doen. Eten. Ja, absoluut. Dan zou het mogen. Maar u zegt, het probleem is dus, u maakt het nog complexer. U zegt, het gaat eigenlijk weer relatief goed met een paar populaties. Nou, u heeft net dat lijstje laten zien. Als je dan kijkt naar de duurzaamheidsbeoordelingen, zowel over hoe groot de populatie is, hoeveel er wordt gevangen. Nou, dan zijn er zelfs echt best wel veel keuzes te maken in uw lijstje. Bij bijvangst zegt u, nou, dat is nog wel iets complexer in die lijst. Daar zitten nog wel veel onduurzame aspecten aan.
Maar dan maakt u het nu complexer. Van, nou, dat is dus eigenlijk goed nieuws. En dan zegt u, oh, maar pas op. Het kan ook gewoon niet blauwvin tonijn zijn, maar een andere tonijn, verkocht onder blauwvin tonijn, die wel onder druk staat. Ja, nou goed, dan kom je dus een beetje in het illegale circuit. Aan de ene kant is dat wel een stuk verbeterd allemaal. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben we net weer een groot schandaal gehad met inderdaad geknoei met die blauwvin tonijn, rotzooi met bijkleuring, echt ja, miljoenen fraude die op Europees niveau is aangepakt. Ja, en dat, dan moet je echt een fijnproever zijn om dat verschil te proeven. Ja, nee? Nou, dat is heel moeilijk, ja. Okay. Nou ja, ik wil net, toen we dat staartje zagen met al die kleuren, ja. Er waren er twee echt prachtig groen. Ja. Dat is die skipjack, dat is wat je in die blikjes vindt. Ja. En dat is echt prima voor blikjes, dat is echt perfect. En die albacore daarboven, maar dat is niet vreten. Daar zit geen smaak aan, die witte tonijn. Dus ja, en als je dan goed gaat, je die grootoog, dat zie je bijna nergens op de kaart. Nee. Dus als je dan vervolgens gaat kijken, wat kom je tegen in een goed restaurant? En dan heb ik het even over restaurants, niet over thuis uit blikjes. Dan zie je dus de blauwvin, waarvan er geen enkele groen is. En waarvan volgens mij de grootste stok is de Stille Oceaan, toch? Of nee. De grootste is Atlantic. Dus, oh wel, oké. Okay. Nou, ja, maar in ieder geval twee rood. En daaronder, bij de yellowfin, is het ook maar voor de helft goed. Dus dan is het opeens toch een stuk minder rooskleurig. Als je nou ja, het hangt heel specifiek van de soorten. Dat maakt het zo complex. Het is natuurlijk niet een eenduidige markt. Je hebt aan de ene kant de versmarkt en de high-range markt van de sushi- en sashimi-kwaliteit. En aan de andere kant inderdaad de skipjack die meestal de blikjes ingaat. Maar zelfs dan, denk ik, ook blauwvin tonijn zien we toch wel degelijk een grote vooruitgang. Ik weet niet, ik kan me niet meer precies herinneren. Ja, dat is de bluefin tuna in de Pacific. Hè? Even kijken hoe die hier nog staat op de Atlantic. Kijk, daar staat hij bijvoorbeeld in geel. Hè? Dus dat is niet meer zo rood. En de vooruitgang is echt moeilijk in te schatten, maar het gaat echt beter. Ja. Oké, nog een vraag. Steven, kon je nog even die derde van datzelfde plaatje, Barbara? Die bycatch kolom, kun je dat nog even uitleggen? Ja, ik heb er ook even naar moeten kijken, om je de waarheid te zeggen. Die verschillende kleuren hangen af van de vangstmethode. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat het bij de ene vangstmethode nog in het geel zit en bij de andere al in het rood. Ja. Nou ja, daar wou ik even de aandacht op vestigen. Voordat we ons laten verleiden tot een discussie over soorten. Wat je wel even prima deed om het onderscheid tussen restaurants en blikjes te maken. Maar je kan natuurlijk, skipjack vangen met bijvangst van een andere tonijnsoort. En dat zit verscholen in die derde kolom. Dus het is nog een stuk complexer dan alleen maar kijken naar oceaanregio's en naar soorten. Het is nog een stuk complexer. Nou, daar heel kort even op in te gaan. Dan kwamen we inderdaad al voor de fijnproevers. Maar het is inmiddels ook al bij breder groepen mensen bekend. Het probleem van de lokvlotten. Lokvlotten, dat zijn vlotten in de oceaan waaronder zich de tonijn verzamelt. Een van de problemen is dat je daar, als je daarop vist, als je daar gebruik van maakt, op zichzelf is het een vismethode die net zo goed als iedere vismethode gemanaged kan worden. Maar het probleem is dat vaak nog lang niet gebeurt. En dat je dus ziet dat er allerlei bijvangst is van andere soorten. Maar ook, en dat is waar jij bijvoorbeeld op duidt, de jonge soorten, juveniles, van bedreigde soorten. Dus bijvoorbeeld big eye, de kleintjes zitten daar vaak onder, die samen met de skipjack opzwemmen. En als je dan inderdaad zo'n netto omheen zet, krijg je erg veel bijvangst van jonge tonijn. Goed. En dat is een probleem. Dus we moeten het echt over de vangstmethode hebben. Dat bewijst ook dit staartje. Dus daar moeten we nog wat langer zo direct over praten, volgens mij. Ik denk dat dat ook wel naar voren zal komen. Zou je denken? Nou, dat gaan we dingen. We gaan nog even kijken. Ik ga even, de eerste rij komt zo aan het woord. Hè. Ik ga nog even kijken of er andere mensen zijn die nog dan gaan. En dan is de vraag, wat heeft u nodig om door te gaan? Ja, dus u zegt al, ik moet echt nog iets weten van meneer Adolf voordat ik door kan. Ja? Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd voor blauwvintonijn met name wat het referentiekader is. Want we zien vaak dat het referentiekader maar enkele generaties teruggaat. Terwijl toen de bestanden eigenlijk al onder grote druk stonden. Dus als het zegt het gaat beter met de blauwvintonijn, wat bedoel je daar dan precies mee? Nou, daar raak je dan precies de best gedocumenteerde tonijn. Want daar hebben we namelijk al vangstatistieken van eeuwen van.
Die ene tonijnhertog, dat is de familie Medina Sidonia, een van de belangrijkste adellijke families in Spanje. Die hebben op een gegeven moment, eigenlijk al sinds de 14e of 15e eeuw, ja, die statistieken bijgehouden. Van grote wetenschappelijke waarde, omdat het op hetzelfde plek bij die almadrabas, bij die klassieke vangstmethode, is bijgehouden. Andere, de meeste tonijnsoorten zijn eigenlijk vanaf de jaren 50 systematisch bijgehouden. Maar het blijft een enorm probleem. Hè, hoe dan ook. Omdat we zitten nog steeds met vrij weinig gegevens van bepaalde gebieden. Hè, er zijn hele stukken van de oceaan waar we eigenlijk nauwelijks betrouwbaar cijfermateriaal over binnenkrijgen. En dat maakt het vaak ook zo verdomd moeilijk om in te schatten hoe precies de stand van zaken is. Oké, dank Steven Adolf. Geef een groot applaus voor de Crash Course. We gaan namelijk nu twee gesprekken voeren, achter elkaar natuurlijk. Eerste gesprek doe ik met vertegenwoordigers van de bedrijven die tonijn verkopen. En het andere gesprek daarna met organisaties die er certificeringen doen of programma's doen om de tonijn te verduurzamen of in ieder geval daar aandacht voor te vragen of daar een vorm voor te vinden om dat te monitoren en informatie over te geven. Maar we beginnen met de mensen die de vis verkopen. En best wel bijzonder dat het ons lukt. Een van de drie zei, hier zit ik al jaren op te wachten op dit gesprek in het publiek. Dus laten we maar eens kijken. We hebben de directeur van Pacifical, Henk Brus. Kunt u alsjeblieft naar voren komen? Geef hem een groot applaus. Je kunt hier zitten. We hebben de directeur van Fishtails. U werd net al even genoemd, Bart van Olven. Graag. En we hebben de marketing director Europa van Princess Menno Baks. Ja. Zo, heren. Zin in? Ja, zeker. Oké. We hebben net gehoord dat de locatie belangrijk is in de vangstmethode. Dus daar wou ik zomaar eens even mee beginnen. De vraag even aan alle drie. Waar komt de tonijn vandaan die jullie verkopen? En hoe wordt die gevangen? Maar dan eerst even één voor één. Waar komt die vandaan? Gaan we. Onze tonijn komt uit de wateren van het volk wat eigenaar is van Pacifical, het bedrijf waar ik voor werk. Ja, leg dat even uit. Misschien dat betekent dat welk bedrijf is, even, u zegt van, kunnen we dat in de winkel kennen? Pacifical is een marktontwikkelingsbedrijf wat in handen is van inmiddels 9 landen en dat zijn 9 kleine eilandnaties. Precies. Maar je moet denken dat die landen zijn eigenlijk de emiraten van de tonijn. Ze hebben het in hun wateren, in de Stille Oceaan, hebben zij 25% van alle tonijn daar wordt die gevangen. En voor hun is het duurzaamheid een enorm belangrijke zaak. Dus wat willen zij? Ze willen dat duurzame tonijn over de hele wereld, met name dan MSC gecertificeerd, gepromoot wordt, zodat we het verder kunnen uitbreiden. Okay. En nog meer duurzame vangst in hun zones kunnen krijgen, want zij zijn van die tonijn afhankelijk. Oké, u zegt, ons bedrijf is in eigenaar, is een bedrijf wat in eigendom is van die staten, de Emiraten, mooi woord, in de Grote Oceaan. Ja. Dus even, dan weten we, daar komt het vandaan. En wat voor soort tonijn? Daar komen in feite alle soorten vandaan. Ja. Het is natuurlijk vooral de skipjack, de meest voorkomende soort. Yellowfin en de big eye, albacore. Okay. Die waar het om gaat. Goed. Waar komt uw vis vandaan? Even fishtails voor de mensen. Ja, u werd net even aangenomen. Hoe kan het dat het zo duur is en zo? Dat werd net even gezegd. Maar, dat is helemaal niet duur. Nee, dat werd gezegd. Fishtails even voor de mensen die het niet kennen. Fishtails ben ik 5 jaar geleden gestart. Ja, samen met mijn compagnon. Vanuit eigenlijk de motivatie of misschien wel frustratie dat het al 10, 15 jaar niets gedaan wordt aan het aanbieden van duurzamere tonijn. Dan heb ik het met name over in de supermarkt in de blikjes. Dus we zijn dat in 2014 gestart en we zijn daar gestart met tonijn uit de Malediven en tonijn vanuit de westkust van Amerika. Ja. De eerste tonijnvisserij in 2008 gecertificeerd met MSC-keurmerk. Voor de rest, eigenlijk is 95% van ons volume uit de Malediven.
En alle tonijn bij fishtails is met een hengel en lijn gevangen. Ja, dat was de volgende vraag, maar heel goed. Malediven komt het grootste deel van uw tonijn vandaan. Waar komt uw tonijn vandaan? Princess is wel een heel bekend blikjesmerk. Zeker, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Een van de grootste merken in Nederland. Ja. En, ik ben verantwoordelijk overigens voor de Princess-merken in Europa. Ja. En ja, ik denk dat we terecht hier zeggen van oké, om te kijken naar van oké, wat doet Princess specifiek? Denk ik dat het heel erg goed is en dat het ook leuk is om hier te praten over wat Princess aan het doen is. Wij investeren al heel lang en stimuleren verantwoorde visvangst. En dat vinden we heel erg belangrijk. En een van de dingen die we doen is met name in de Indian Ocean. Die ook hier werd net genoemd door Steven. Dat is een van de belangrijke oceanen, want we hebben twee fabrieken in Mauritius die daar heel nauw bij betrokken zijn. Ja. En daar hebben we ook een heel erg belangrijk project om uiteindelijk te kijken naar een verbeterde slag in het Fish Improvement Project. Ja, en komt ook dan de meeste tonijn in de blikjes van Princess uit de Indische Oceaan? Of zegt u nee? We hebben ook wel meerdere oceanen, Atlantisch, Stille Oceaan. Maar het grotendeels is uit Indian Ocean. Ja. Oké. Okay. Dat is interessant om voor de mensen om dat staatje nog eens dan te bekijken. En dan de vraag, jij gaf er al even antwoord op, Bart. Alles wordt met de hengel gevangen. Vanwege de bijvangst, hè, werd er even gezegd, kijk, dat is echt een belangrijk staatje, want daar zag je die verkleuring zitten. Welke vangstmethode gebruiken jullie? We gebruiken de vangstmethode van purslining. Ja. He, dus dat je met grote, ringen. Ja, grote schepen een school tonijn benadert. En wij richten ons alleen maar op vrijzwemmende scholen. Dus niet op lokvlotten. Ja. Er is wel in onze regio, wordt ook met lokvlokken gevangen. Maar de tonijn die Pacifical verkoopt is specifiek alleen gevangen zonder gebruik van lotvlokken en alleen maar op scholen van volwassen grote vis. Okay. Tonijn, yellowfin en skipjack. Okay. Dus je zegt geen lokvlotten, dat zijn die dingen die je laat drijven en dan ga je iets er aantrekkelijks aan vastmaken, bamboe of zo, en dan komen die kleine visjes eraan. Ja, dat doen we, dat. En dan komen de grote visjes ook en dan heb je een hele lekkere plek met allemaal visjes en dan doe je zo'n ringding, nou, en dan heb je ze allemaal. Ja, okay. Geen lokvlotten dus. Nou, ik zeg dat de tonijn die Pacifical vermarkt, ja, geen lokvlot heeft. Maar u zegt in de omgeving van nou, waar wij zitten. Ja. De boten zullen ook op bepaalde momenten wel met lokvlotten vangen. Ja. Maar de tonijn die wij leveren, ja, is niet met lokvlotten. Zegt, dan mogen ze het niet via ons verkopen. Klopt. Okay. Maar die visserij waar u mee samenwerkt, die vissersboten of bedrijven waar u mee samenwerkt, of die vis leveren, ja, die gebruiken nou, nog wel. Daar wil ik toch even heel kort iets over zeggen. Want hoe is onze werkwijze ontstaan? Omdat wij wilden dat de visserij, lokvlotten zich reduceerden. Ja. Ik kan zeggen dat toen wij begonnen, 2010, toen hadden wij echt een rood en oranje op de scoreskaart staan van de species. En we hadden ook een hele grote lokvlottenvisserij. Inmiddels is onze visserij helemaal groen. En inmiddels is het ook zo dat het de hoeveelheid vangst met lokvlotten gereduceerd is. Dus we hebben meer visserij met op vrije scholen. Wat bedoel je met groen, Henk? Nou, alle stocks bij ons zijn groen. Oké, de stocks, ja. Ja, dus alle species. Ze staan niet meer bedreigd, ja, dat bedoelt u, hè? Ja. Even voor de, ja. Oké. Dus lokvlotten niet gebruikt, maar wel die ringvangstmethode. Ja. En nog een laatste opmerking daar even over de vangstmethode. Veel mensen die schrikken terug van grote, boze schepen. Vergeet één ding niet, dat een lokaal klein vissertje kan niet 1000 kilometer de oceaan in en morgenavond weer thuis terugkomen. Ja, we hebben net gehoord dat 1000 voor Christus, 3000 jaar geleden, de tonijn al een industrie was die grootschalig was. Maar dat was in de Middellandse Zee, langs de kust. Dus zo'n visser is niet een lokaal vissertje kan al die vis in die hele grote oceanen nooit zelf bevissen. De plek van de tonijn maakt dat je het grootschaliger moet maken. Dat is eigenlijk Wil je de grote zee opgaan en je wil in een orkaan terechtkomen te overleven, dan moet je niet op een rubberbootje zitten. Ja. Heel goed, voor de context. Dat hengelen, is dat dan letterlijk, stel ik me dan zo voor? Ja, dus dat gaat,
want ik zit zeg maar 15 jaar in het tonijn. En de visserij die Henk representeert is overigens... Ik ben ambassadeur. Ik vanaf 2007 werk ik met MSC samen en ik ben daar een groot voorstander van. En elke visserij die zij certificeren... klopt, en natuurlijk, het is niet altijd waterdicht. In dit geval heb ik mijn twijfels en niet zozeer over... Want u, even voor de duidelijkheid, u wordt MSC gecertificeerd en daarom reageer jij erop. We zijn het nu inmiddels wat 7 jaar. Precies. Nee, daarom, even los daarvan, ik heb vanaf dag 1 dat ik in de tonijn stapte, heb ik nooit iets... dat purslane voor mij, op het moment dat er een beter alternatief is dan, ook al is die misschien groen of is het duurzaam, vind ik zeker met een vissoort die dusdanig onder druk staat, dat je voor de allerbeste methode moet kiezen. Oké. Okay. Nou, en dat is voor ons pol en lijn, hengelgevangen tonijn. Dat is 1 voor 1. Hier staan de mannen. Ja, dit zijn, even om aan te geven, op dit moment wordt er wereldwijd 125.000 ton skipjack op die manier gevangen. Die is MSC gecertificeerd en met een hengel. Even om een verhouding weer te geven, daar zou je 9 keer de Nederlandse visconsumptie mee kunnen vertegenwoordigen, mee kunnen voeden. En waarom ik, en ik vind, daarom, ik heb een aantal maanden geleden, een aantal weken geleden, een campagne gevoerd in Nederland, waar het mij met name om ging, is dat, want jij zei de top 3, in Nederland is nummer 1, het meest gegeten visproduct, is tonijn uit blik voor thuisconsumptie. En tegelijkertijd is 93% van die tonijn is niet gecertificeerd met MSC. Ja. En voor mij geldt dat als, die tonijn moeten we niet consumeren. Die heb ik foute tonijn genoemd. Niet dat die tonijn fout is, maar ik vind dat die fout is. Nee, het lijkt me ook gek dat een tonijn dan fout dan is. Dan zijn er 2 MSC-visserijen. En daarom, ik ben ook echt, ik vind het supergoed wat er vanuit de PNA komt. Maar ook even over die prijs. Dat zit er misschien ook even in andere structuren. Maar de boten waar Henk het over heeft, dat zijn boten die gaan het water op. Die vangen, dat zijn dezelfde vissers. Okay. Dezelfde boot met hetzelfde vistuig. Die vissen op dezelfde vissoort. En die halen, en die zijn op weg naar een vet. Free dat school is zo, MSC. Dat is al vlot. Ja, die halen dus een MSC-lading binnen en een niet-MSC. Even los van de techniek gaat het bij mij om, volgens mij geldt duurzaamheid, dat moet een intrinsieke motivatie zijn om daarvoor te gaan. Maar daar mag je geen... En daar gaat het dus fout, wat mij betreft. Dank. Ik was bij jou over de vangstmethode van jullie, omdat die zo belangrijk is en bijvangst dus voorkomen. Hoe doen jullie dat? Nou ja, ik denk dat het de vangstmethodiek niet zo heel erg belangrijk is. Het waarom gaat met name. Nou, dat is een hele moeilijke discussie, want er zijn heel veel factoren van oorzaak en die komen daarbij kijken. Ik denk dat het meest belangrijke is dat wij, zeker als prinsen, zoeken naar een verantwoorde visvangst. Ja. En onder andere MSC is daar een hele belangrijke in. Dat is denk ik heel makkelijk voor consumenten te begrijpen. In een hele complexe wereld. Om iets makkelijks te maken. Samengevat. En dat alle factoren worden door MSC ook meegenomen. En dat is niet alleen de visvangst en de stok. Maar ook de benier en de bycatch. Alles wordt daarin meegenomen. Ja. Daar staan wij heel erg hard voor. En wij bieden ook als Princess de meeste MSC-producten aan. In die zin dat we ook de meeste MSC-producten verkopen. Want dat is het meest belangrijke. Is dat we weten dat Fishtails 100% MSC-producten heeft. Hoeveel procent van Princess is MSC dan? Als u dan... Ja, het stand van het schap vandaag is uitgebracht. Een nieuwe update van MSC. En daar zijn we gestegen van 46% naar 51%. Dus we maken zeker stappen. We zijn op weg. Mag ik daar even iets over zeggen? Dat is het aantal, zo noem je dat in de supermarktwereld, SKU's. Dus dat is het aantal items van de range. In volume in 2018... 2017 zat hij op 10,3%. Minder dan 10% is de vis die jullie, of tonijn die jullie als MSC verkopen. Nou ja, een van de dingen is, we hebben zelf wat cijfers, is denk ik absoluut waar, is dat natuurlijk, wij 51% van onze range is MSC. En dat betekent dus de blikjesoorten die jullie in de schap maar niet hebben. Het volume. En niet het volume. Wat aangeboden. Om aan te geven, 45 producten hebben wij, daar zijn dus de helft daarvan is MSC, met een MSC-logo uitgevoerd. En dan hangt natuurlijk af hoeveel van die blikjes verkocht worden, dan kom je op het volume. En dat is het verschil tussen jullie twee. Nou, het meest belangrijke daarin is natuurlijk dat je zegt, je kan 100% aanbieden in je range, maar wij als Princess, een van de grootste merken in Nederland, verkoopt dus daarvan ook het meeste aantal producten MSC. En we stimuleren dat heel erg. Ja. En zijn er ook heel actief mee bezig om daar het verschil mee te maken. Okay. En een groot punt ook voor onze volume, en met name op de Indian Ocean, is om ook te kijken naar van een visserij die nog echt stappen moet maken om naar die MSC standaard te gaan. Daar maken we echt verschil met zo'n heel Fish Improvement Project. Waar we echt ook samenwerken met de industrie om daar naar een MSC-standaard te gaan. Even en daarmee gaan we even dus zeggen, meneer Adolf, die had daar denk ik net een opmerking over gemaakt. Helemaal aan het eind. Geloof die Fish Improvement Projecten niet? Iets hè? Ja.
Er is onderzoek naar gedaan in Fisheries Improvement Projects om even goed duidelijk te maken wat gebeurt er nou eigenlijk. De industrie zegt wij gaan naar duurzaamheid toe. Dat doen we vaak in samenwerking met NGO's. Vervolgens wordt gezegd ja oké, dat is prima, dus wij zijn eigenlijk ook een beetje duurzaam. Daarna hoor je er helemaal niets van en 80% of tenminste een groot aantal van dat soort projecten verdwijnen min of meer in een donkere nevel en hebben weinig effect. We moeten dus doorvragen even. Nee, ja, als ik daarop mag reageren, ja, heel graag. Want onze Fish Improvement Project is terecht waar. Het is van, oké, ja, het is niet alleen maar een soort van schild. Het is een langdurig traject om daadwerkelijk echt verbeteringen door te voeren met die visserij. En het is tijdgebonden, dat is heel concreet. En met een heel uiteindelijk doel om MSC na te streven. En het mooie is ook dat we deze Fishery Improvement Project beschikbaar maken, transparant, op een website waar je kan zien hoe die ook daadwerkelijk loopt. Of die on track is. En dan kan je ook volgen of we daadwerkelijk ook dat op gaan leveren. Ja. En daarbij nog één. We hebben recentelijk een VIP Improvement Project opgeleverd. En dat was MSC Esbestaar. Dat in een VIP zat. Zeg maar eens MSC. MSC Esbestaar. Dat is één float van vijf boten. Die zat in een VIP. En die is omgezet naar een MSC. En vanuit Princess hebben we daar de toegankelijkheid gekregen om ons assortiment MSC uit te kunnen gaan breiden. Ja. Dus daar kunnen we nu echt stappen in gaan even maken. Kijken, dus het is heel goed dat je, even kijken of ik het goed begrijp. Heel veel van die VIPs moet je echt bevragen. Hè? Even, dat was een ding, maar je zegt, we hebben ze wel nodig, want hoe kom je nou van niet duurzaam naar de standaard van MSC gecertificeerd? Voor diegenen die zeggen, wat is precies MSC gecertificeerd? Daar komen we zo nog op, dus komt goed. Maar laten we zeggen, jullie zeggen allemaal, dat is een standaard waar je iets mee kan. Daar moet je naartoe en daar heb je die Fishery Improvement programma's voor nodig, want je bent daar niet zomaar. Nou, met name zeker als een internationale partij als wij. Okay. We zijn heel erg breed, met groot volume. Proberen we echt daadwerkelijk die visserij ook te manoeuvreren naar een MSC-standaard. Okay. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan Princess. Jullie zijn in 2009 onderdeel geworden van de International Sustainable Seafood en Sustainable Seafood Foundation. Dat is inmiddels 10 jaar geleden. Ja. Hoe kan het dat jullie zo committed zijn in de Indian Ocean met ISSF, hè, zoals ze noemen zich, aan sustainable seafood. En in 10 jaar zijn die stocks allemaal naar beneden gegaan. Hoe? Kun je misschien uitleggen hoe dat mogelijk is? We geven John de schuld. Maar altijd John de schuld geven. Altijd een goed idee. Een reactie. Ja. Nou, ik denk dat het heel erg goed is dat wij natuurlijk een co-founder waren van ISSF. En dat is een project met name ook gericht op wetenschappelijke informatie. Want terecht wat Steven zei is ook van ja, er is niet altijd heel veel informatie beschikbaar over hoe de oceanen zich begeven. Of de voornoemde tonijn nog populaties aanwezig zijn. En daarin denk ik dat we daar ook om ons moeten verenigen om dat helder te maken. Zodat we over niet emoties praten, maar echt daadwerkelijk over feiten laten praten. Laten we wel wezen, 10 jaar lang is, we wisten wel lang dat het heel slecht ging. Dus nou, het gaat wel niet zeggen van 10 jaar lang hebben we informatie verzameld. Maar die stocks die waren toch niet in conditie. Ja, niet alleen zeg maar in die zin informatie verzamelen. Ik denk zeker de Indian Ocean met de ISSF-werk wat we hebben gedaan, staat Skipjack daar nog steeds op groen. En ik denk ook waar wij ons vinden op rood. Sorry? Nee. En haal het, op rood. Haal het staartje maar weer even terug. Want dan kunnen mensen refereren naar waar het over gaat. Ja, mijn geweten wil iets zeggen. Misschien komt het omdat ik naar het vliegtuig kom. Maar ik heb nu even niet meer een goed beeld van welke tonijn we het nu over hebben. Want ik denk heel erg bij Pacifico en Princess aan blikjes en dus aan Skipjack. Ja. Ja. Maar mijn buurman denkt dat het misschien ook wel over andere dingen gaat. Oh, jullie moeten de hele tijd wel ook naast de plek ook de soort tonijn en de vangstmethode noemen, neer. Maar in ieder geval wel even, waar over welke tonijn hebben we het? En ja. Nou ja. Ik kom naar u toe, ja. Zijn. Oh ja. U moet ook geen jargon gebruiken, want anders begrijpt niemand het meer. Dus het woord stok is ook gewoon al jargon. Een voorraad tonijn, dus, weet je wel? Alle tonijn die in het water zwemmen. Ja, de hele, alle visies bij elkaar. De voorraad betekent stok letterlijk. Ja, oké. Okay. Goed, maar het was een hele goede vraag. Hebben jullie het nou de hele tijd over Skipjack? Ja. Ja? Tot nu toe? Tot nu toe, maar ik denk dat Steven al aangaf dat er natuurlijk andere soorten die veel minder snel groeiend zijn.
Hè, dan praten we over grote tonijnen als een yellowfin en een big eye. Ja. Hè, een groot oogtonijn. Die zijn veel kwetsbaarder natuurlijk. En daar gaan vaak de problemen om. Oké, heel goed. In 10 jaar tijd is het alleen maar naar beneden gegaan. Maar als we het over skipjack hebben, dan zie ik dat er... In de Indian Ocean had ik het over. Ah, alleen kijk, daar. En er staat hier op rood. Skipyard. En er staat hier op blauw. Ook nee, op groen. Nee, ik sorry. Zei de... wat hij, noemt, hij noemt terecht... Princess noemt terecht dat de skipjack op groen staat. Ja. En dat is... Skipjack is een zeer snel groeiende soort. Kan je vergelijken met zeg maar konijnen of kakkerlakken of wat dan ook. Springhanen. Ze planten zich razendsnel voort. Ze zijn binnen een jaar volwassen. En bij andere tonijnsoorten gaat dat veel langzamer. En dan zegt u, bij de vangst van die skipjack zitten andere tonijnsoorten. Dat is die bijvangst. Dat kunnen tonijnsoorten zijn. Die andere soorten zijn, die staan wel op rood. Dat kunnen die beroemde... Eentje dan, ja, in de Indian Ocean. Ja. Dat is dan de yellowfish. Yellowfish. Maar... Dat kunnen die juveniles zijn. Bijvoorbeeld die jonge vissen. En daar gaat dit gesprek over. Want in die data bleek dat die voorraad, stok... niet onder druk stond. En die zegt, en waarom doen we daar dan niks aan? Dat is de vraag. Die maar mag ik iets zeggen? Dit, zelfs ik volg dit bijna nu niet meer. Want het gaat... Mag ik heel even op Menno nog reageren? Want volgens mij waar de consument behoefte aan heeft... En ik heb hier een boekje meegenomen. Dit is 15 jaar geleden geschreven door onder andere Christine Apsil en Wouter Klootwijk. Als je naar het tonijnhoofdstuk gaat, dan kom je tot precies hetzelfde waar we het vandaag over hebben. 15 namelijk, jaar later. Er is te weinig aanbod in de Nederlandse supermarkten. En er is zoveel onduidelijkheid over wat is nou duurzaam en wat is nou niet duurzaam. Dus? En volgens mij moeten we dat met elkaar gaan definiëren. En wat mij betreft is het heel helder. Er is één keurmerk die daarover gaat. En dat is het MSC-keurmerk. Op het moment dat we over een VIP hebben. Wat Christian. Dan Fish is dat niet... Improvery Project. Ja, dat is vaag. Er is geen enkele garantie. En inderdaad, daarachter verschuilen zich merken. Om maar goede sier te maken. Okay, en ik wil één ding aanhalen. Want vanmorgen heeft Menno een persbericht die ik toevallig via een collega, of tenminste via een journalist binnenkreeg. En in dat persbericht wordt geschreven dat Princess in 2018 voor 94% verantwoorde tonijn heeft aangeboden in Nederland. Met daarna een alinea waarin in chronologie eerst wordt gesproken over MSC gecertificeerd en dat het, als het niet MSC is, dat het een VIP is. Vervolgens heb ik uitgerekend. In 2018 heb je 9,1% MSC-vis verkocht. Dus daarnaast zou het allemaal VIPs zijn. Ik vind dat het ontzettend goed is dat jullie in die VIPs investeren. Wat nooit en nimmer mag gebeuren, is dat jullie consumenten misleiden. En dat is wat er continu tot de dag van vandaag gebeurt. Okay. Namelijk verwarring creëren, het begrip duurzaamheid oprekken. Goed. Dus goed dat je het doet, maar niet vertellen aan ons. Dat is eigenlijk wat Ja, precies. Ik ben heel blij dat ik hier zit en dat ik kan reageren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Eerste vraag, ISSF. Nog even daarop terugkomen, dan kom ik op de vraag terug van Bart. Okay. Maar ISSF, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ons verenigen en dat we samenwerken in de keten. Ja. Met ISSF data en ook met NGO's, met de leveranciers, met wij als producenten samenwerken om te zorgen. Want ISSF heeft één streven, dat is MSC najagen. Dus MSC beschikbaar maken en dat is het einddoel. Dus als wij als ISSF verenigd zorgen dat die oceans verbeteren, dan zijn we denk ik op een goed streven. Dan zijn we op weg. We zijn er niet, maar we zijn op weg. En dat is denk ik het goede van ISSF. Okay. En dat hebben we de afgelopen 10 jaar gezien. En daar staan we achter. En daarom is de Green of de Indian Ocean nog steeds groen. Dan reageer ik op wat Bart zegt. Wij geven aan, onze definitie van verantwoord is gebaseerd op een Fish Improvement Project en MSC. En wij zitten op 94%, dat was vorig jaar 90%. Dat geeft aan dat we in beweging zijn en dat we echt op pad zijn. Maar je noemt het verantwoorde tonijn. Ja, verantwoorde tonijn, ik zal erop terugkomen. Dit persbericht wordt aan heel journalistiek Nederland uitgestuurd. Ja, daarnaast is het natuurlijk dat we echt het plan hebben om naar 100% bij eind 2019 al te gaan. En waarom wij definiëren dat verantwoord ook Fish Improvement Project is, is omdat de Fish Improvement Project daadwerkelijk naar MSC moet gaan leiden. Maar ze zijn het nog niet. Ze zijn het is nog niet duurzaam. Nou ja, is het een improvement, sorry. Nou ja, ik denk dat we zijn op weg. Het is een belangrijke stap die we maken. En daar is een discussie over. En je kan natuurlijk zeggen van oké, wat is duurzaam? Daar hebben we net een hele discussie over gehad.
Nee, nu moeten we even secuur blijven. Ja, er is veel debat over wat is duurzaam. Maar jullie hebben alle drie gedefinieerd dat in ieder geval qua duurzaamheid het keurmerk MSC een mooie leidraad is. Zeker. Dat je ook wil dat die visserij die daar nog niet naartoe gaat, dat die naartoe beweegt. Dus wij hebben hier geen discussie, lijkt mij, over wat duurzaam is. Maar we hebben een discussie over, mag je bedrijven die op weg zijn naar die norm? Over mag vijf jaar. Over vijf of over welke tijdlijn is. Als je 100% in een fishery improvement project hebt, kunnen we dan concluderen dat je in 2025 allemaal MSC gekeurd bent? Of gaat dat niet zo? Nou ja, dat is één discussie. Is even checken. Nee, de ene discussie is natuurlijk over hoeveel MSC bied je nu al aan. Ja, dat heeft... Herken me niet helemaal in die cijfers. Ik denk dat we wat groter zijn, want wij zijn het grootste MSC-merk qua verkopen in Nederland. Ja. En daar staan we voor. En dat is die volume, hè? Dus dus alle tonijn die in Nederland wordt gegeten, omdat die zoveel van Princess is, is jullie MSC gecertificeerd het grootste aantal in verkopen. Pontjes vis. 1 kilo's, ja. Okay. Ja. En daarnaast hebben we een fishing proof sportje. Nee, maar nog even een vraag. Ik vroeg de vraag. We hebben geen discussie over duurzaamheid. Mm-hmm. Wat duurzaamheid is, had ik het idee. De vraag is, noem je dan als je gaat op weg naar duurzaamheid, hè, want zo noemde je zelf ook dat fishery improvement project is, noem je dat dan duurzaam? Of zou je dat eigenlijk niet moeten doen? Moet je zeggen, het is hartstikke tof. We zijn met echt hele grote groepen op weg naar duurzaamheid. Mm. Maar ze zijn er nog niet. En moet je dat niet eerlijk communiceren naar de consument? Dat was de vraag van Bart. Volgens mij hebben wij niet duurzaam gebruikt, maar verantwoord gevangen. Dus dat is wel een iets andere context dan duurzaam. Ja. Dat hebben we niet gebruikt en dat is ook niet de misleiding. Je zegt verantwoord. Dat er verwarring is. Okay. Er zijn zelfs vandaag twee journalisten naar aanleiding van dit verhaal die mij bellen. Bart, leg mij dat nog eens een keer uit, zeker naar je campagne. Wat wordt hier nou bedoeld? Okay. Je kan het helderder opschrijven. Maar ik heb nog een andere vraag. Henk, die naast me zit, daar heb ik vorige week van gehoord dat er in de Pacific daar 800 ton MSC-tonijn wordt. 800.000. Oh, sorry, bedoel ik. 800.000. Ja, hij is wat kleiner, dus hij denkt niet altijd op de schaal. Op de Malediven weet ik ook dat. En daarvan wordt hoeveel procent niet als MSC verhandeld op dit moment, terwijl het wel MSC-vis is? Nee, even voor duidelijkheid. Het zou MSC-vis gecertificeerd kunnen zijn als alle eisen van ons programma zouden worden gevolgd. Oké, dus maar er is nog. Maar wordt er op dit moment MSC-vis gevist die niet als dusdanig wordt verkocht? Er wordt genoeg op vrije scholen gevist. Ja. Die niet als MSC wordt verkocht. Ja. Okay. Hetzelfde geldt voor de Malediven. Ja. Waarom? Kijk, dat iedereen op weg is naar. Ik vind dat je daar veel transparanter in moet zijn. Want dat is een van de grootste aanleidingen tot verwarring. Maar waarom maak je dan niet de keuze dat je of bij Henk aanklopt of je gaat naar de Malediven en je zegt gewoon, ik wil 100%, want morgen kan het. Het volume is er. Wij gaan Nederland vanaf morgen 100% MSC-vis leveren. En dat wij dan nog een beetje steggelen of dat met een hengel aan een lijn of niet moet, daar wil ik ook nog eens een keer goed over hebben. Maar dat is een... Maar niet vanavond. Waarom? Ja. En hetzelfde vraag, en daarom vind ik het fantastisch dat je hier zit. John West, idem dito, Rio Mare, idem dito. Waarom gebeurt het niet? Hij zit hier, dus dan geef hem ook. Nou, we delen absoluut die ambitie natuurlijk om MSC beschikbaar en aantrekkelijk te maken en toegankelijk te maken voor de consument. Ja. En die ambitie delen we absoluut. Ja. Dus daar zit ik ook helemaal voor in. Wij willen ook meer MSC beschikbaar gaan maken. En daar zijn we ook hard op weg. 51%. En leg eens uit dan, want dat is ook soms hoe grote bedrijven werken. Welke belemmeringen heb jij dan om die, toch hele versimpele verzoek, het aanbod is er, koop het in en vanaf morgen kun je al je blikjes allemaal MSC gecertificeerd zijn. Morgen. Waarom kan dat niet? Nou ja, ik zit hier niet alleen voor Nederland. We hebben een grotere ambitie. We hebben natuurlijk een Europese markt, internationaal. Sure. En we willen dat volume daadwerkelijk beschikbaar maken. Ja. Daarnaast is het belangrijkste, is natuurlijk niet alleen maar morgen. Ja. We willen het langdurig en duurzaam. Dus bijvoorbeeld zo'n Fish Improvement Project is daadwerkelijk die oceaan omzetten naar een MSC-standaard. En daarmee komt er zoveel volume beschikbaar, dat we daadwerkelijk een stap kunnen maken om waar we net over hadden, dat het redelijk prijzig is MSC, dat we dat ook toegankelijk kunnen maken. Ten eerste, jij zei net, jullie sturen dat persbericht naar heel journalisten Nederland. Ik heb hem ook gekregen. Wij zijn ook in staat om de tweede linie uit te lezen. Het is nog niet zo erg gesteld dat we daar niet doorheen kunnen kijken. We zijn natuurlijk aangeleerd om wantrouwig te zijn ten aanzien van het grootkapitaal. Ik lees dat ook, die vision proof dingen. Maar laten we het even positief bekijken. Want
Jij zegt, wij proberen in ieder geval de visserijen die nog niet MSC zijn, die te steunen en zodat die MSC worden. Jij zegt bijvoorbeeld, ja, onze vissers die vissen ook wel met vets, maar wij kopen in ieder geval de vis die ze niet met vets, om ze te stimuleren om daar weg van te gaan. Het zou mij heel erg helpen om dat wantrouwen te temperen als jullie mij ook een handreiking zouden doen en zouden zeggen, want kijk, weet je wat we doen? We zeggen tegen die visserij, goed, we steunen jullie, maar over 2 jaar moet het wel afgelopen zijn, want anders is het klaar. Ja. Als jullie me dat duidelijk zouden kunnen maken, nou, en dat in dat persbericht zouden zetten en ook echt zouden doen en dus inderdaad transparanter zouden maken, okay. Dan, ja. Dat was die vraag aan mij, hè? Ja. Hoe lang mag je een Fish Improvery Project blijven? Hè, dus, en Joe maakt het nog concreter. Vertel ons gewoon. We staan nu hier, we willen daar naartoe. En dat duurt zoveel jaar. Nou ja, dat staat voor een VIP, staat er 5 jaar. Onze VIP staat 5 jaar. Dus dat staat ook heel concreet en is tijdgebonden. Daarbij, wat ik aangaf, is die gewoon transparant. Op een website, fisheryprogress.org, kan je gewoon kijken hoe die loopt. Maar dat zou betekenen dat zijn verzoek van, kunnen we morgen niet even allemaal gecertificeerde vis in uw blikjes vinden, dat jij zegt, wij zijn dan over 5 jaar, kunnen we dat zeggen? En dan hebben we zelfs nog meer gedaan, want dan hebben we niet alleen de Nederlandse markt, maar de hele Europese markt, et cetera, et cetera. Ja, nou, enerzijds natuurlijk dat de Indian Ocean dan daadwerkelijk meer volume MSC beschikbaar maakt. Als straks over 5 jaar het ineens niet meer lukt met dat Fishery Improvement Project, geef u dan ook een persbericht uit? Het is mislukt. Ik heb hem nog nooit gezien. Nu, ja. 2 vragen. Dus even nu 1. Je zegt, ja, die tijd is 5 jaar. En dan is de vraag, maar soms gaan dingen mis. Kunnen jullie dat ook communiceren? Nou ja, het streven en de ambitie is natuurlijk om het succesvol te maken. En om een visserij echt daadwerkelijk mee te bewegen naar zo'n MSC. En natuurlijk, ja, het is al zichtbaar hoe die loopt. En of we achterlopen of niet, of dat we voorlopen. Dus het is al zichtbaar, je kan het zien. Het is gewoon transparant. Maar de intentie is daadwerkelijk om MSC beschikbaar te maken. En dat is een groot volume voor Indian Ocean. Er is op dit momentum, die MSC Essebestaar, die is vanuit een Fish Improvement Project daadwerkelijk MSC gecertificeerd geraakt. En dat is echt, denk ik, een hele belangrijke stimulans geweest. En het mooie daarbij is, wat Bart hier eigenlijk aangeeft, ja, ga je dat ook op de markt brengen? Ja, dat gaan we op de markt brengen. We gaan met MSC Essebestaar vanuit een Fish Improvement Project, gaan we meer MSC tonijn brengen. Wij gaan stappen maken. 51% is nu ten opzichte van 46%. Wij gaan stappen verder maken. En ik denk dat het goed is volgend jaar hier te zitten om te zeggen, oké, we zijn verder gekomen. Maar dat is allemaal fantastisch. Het gaat maar om wat dus niet MSC gecertificeerd, noem dat ook vanaf nu niet meer duurzaam of verantwoord. En daarmee denk ik dat we hele mooie stappen kunnen maken. Ja, het is nooit duurzaam genoemd, maar wel verantwoord. Wat vindt u dat nog een korte reactie? Nee, ik denk dat MSC als keurmerk absoluut bovenaan staat, dat dat helder moet zijn voor de consument. Oké. Okay. Ja, de vraag voor meneer van Prinses. Ik merk dat ik me iets wat stoor aan die 51%, omdat het daarmee overkomt dat het volume is en niet soortenmerk. Exact. En om hem dan even heel concreet te maken. Ja. Je zegt dat je het heel belangrijk vindt. Als ik vorige week of 2 weken geleden bij de Albert Heijn in Route 99 blikjes van jullie voor 99 cent verkocht, joh, dat zijn niet gecertificeerde blikjes. Daar gaat, denk ik, een waanzinnig volume doorheen, waardoor je uiteindelijk wel 51% van je items gecertificeerd hebt, maar uiteindelijk kom je op 10% van je volume. Dus Reactie. Ja. Nou, ben het terecht punt. Ik denk dat in het verleden veel promoties, we weten dat 40-50% van de tonijnverkopen nog steeds met promoties, aanbiedingen bij grote retailers gaat. Dat is gewoon een feit. Mensen kopen nog op prijs. Wat wij hebben gezien, dat is een belangrijk initiatief. Ook gezien die Fish Improvement Project, MSC Essebestaar, wat wij tot beschikking hebben gekregen qua volumes. Daar gaan we stappen mee maken. En wij hebben nu ook adviezen naar onze retailers om juist in die aanbiedingen alleen nog maar te gaan werken met MSC-producten. Okay, dus de volgende folders denk ik dus dat we vraag MSC-producten zullen zien. Want ik kan me niet voor. Ik over het feit dat je dan een retailer adviseert om niet of alleen met MSC gecertificeerd te promoten. Omdat je uiteindelijk als producent in de lead bent over wat er op die folder komt. Daar ben ik heilig van overtuigd dat als jij het zo belangrijk vindt dat er niet gecertificeerde MSC op de folder komt, dan zeg je, ik doe niet mee. Ik geef een korting of wat dan ook. Ja. U moet wat principiëler nog in de relatie ten opzichte van Albert Heijn staan. Ja. Wat ik zo leuk zou vinden is als Prinses over de afgelopen jaren, 2013, 2014, 2015, het percentage volume MSC aan zou geven. Want dan kunnen we als consument zelf zien of daar een stijgende lijn in is.
Dus het percentage volume willen mensen gecommuniceerd krijgen. Goed idee? Van MSC gecertificeerd. MSC gecertificeerd. Goed idee? Het volume. Op dit moment is in stand van schap wordt aangegeven. En met verzoek om in het volume te communiceren. Nee, maar ook over de afgelopen jaren. Zodat ik kan zien of daar een stijgende lijn in MSC volume is. Ja. Oké, ik neem het mee. U hoeft niet te, ik ga nog even naar één ding voordat ik Joël nog... Mijn vraag is voor Henk en voor Bart. En eigenlijk in lijn met de vraag van Joël. Want daar kregen we volgens mij geen antwoord op. Dus ik proef een beetje het sentiment van iedereen hier dat we duurzaam gevangen tonijn willen. En MSC is daarvoor het antwoord. Top. Daar moet nog een hele grote groep visserijen heen. En daar, weet je, dat is volgens mij de vraag van Joël. Van hoe gaan we die rest nou daar naartoe brengen? En ik denk, FIPS is in mijn mening daar een goede optie voor, een goede manier. Ja. En als dat het niet is, wat dan wel? Hoe gaan we dat doen? Ja, hele goede vraag, heren. Je zit wel de hele tijd hem op de pijnbank te leggen met zijn FIPS en dat hij die niet verantwoord moet noemen. Maar de float, hij zorgt ervoor dat er Indian Ocean allerlei mensen in ieder geval dat programma zitten richting MSC. Als jullie dat geen goed idee vinden, wat dan wel? Nou, het is niet zo dat een FIP dat het niet goed is om iets te verbeteren. Dat is denk ik nooit gezegd. Het is denk ik hoe je definieert. Precies. Kijk, als ik zeg, ik wil over 5 jaar duurzaam zijn, maar ik ben het eigenlijk vandaag al een beetje. Kijk, ja, daar zit ons bezwaar. Hoe je communiceert en welke termijnen je aangeeft. Dat is eigenlijk de twee. Dus het is prima om het te verbeteren. Het is wel hard nodig, want anders heeft die fabriek van Prinsen straks inderdaad niks te doen. Ja. Bij Mauritius. Nee, dus wat Joël ook zei, kunt u me dan communiceren wat de hoed zit over 5 jaar? Dat ze eigenlijk zegt, dat is ook nodig. Ja? Maar even vragen aan Steven, hoeveel van de VIP-projecten halen het zometeen MSC of hebben het al gehaald? Ik bedoel, Oh, je hebt een microfoon. Nou, dan moet ik even. Ik heb het hier niet bij de hand, maar er is een onderzoek een aantal jaar geleden naar gedaan. En toen ik dacht dat 80% of iets dergelijks echt... Ik denk dat... ik weet dat er 1 à 2 waren. Ja, maar dus ik dacht dat het niet lukt. Heel dus en daarom gaat het... Ja, ik kan daar wel op aanvullen. Dat was inderdaad een aantal jaar geleden. Maar toen was er ook dat Fishery Progress nog niet. Nee, u mag zo direct dat heel uitgebreid uitleggen. Maar wat is het antwoord van hoeveel? Het is nu beter, maar het is nog steeds gaat het veel te langzaam. Oké, en dan is dus de vraag, want hier zitten dus betrokken, want anders zouden jullie hier niet zitten. En zoals meneer al terecht samenvatte, jullie willen allemaal daar een duurzame tonijn. Wat is er nou nodig om... Want hartstikke goed dat jullie gecertificeerd zijn, maar een grote groep is nog niet. Wat is nou de belangrijkste interventie die moet plaatsvinden? Meneer Adolf vertelde over programma's die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden, waardoor de Middellandse Zee-populaties weer aansterken, bijvoorbeeld. Wat is nou de belangrijkste interventie waar u naar zou verlangen om dit te versnellen? Wat mist? Ja, het is voor ons eigenlijk in onze wateren een stuk makkelijker dan in andere gebieden. En dat komt omdat de volkeren die ik vertegenwoordig, die hebben een gebied van 40% groter dan Europa. We beheersen ze qua oceaanoppervlakte. Ja. En ze kunnen daar zelf hun wetten op toepassen. En zij bepalen gewoon wat er gebeurt. Ja. Het grote probleem voor andere gebieden waar Prinses zijn vis vandaan haalt, is dat is open zee. Ja. En ja, wie is daar de baas? Ja. Dat is een moeilijke kwestie. Dus ik heb in die zin wel een stuk medeleven voor de uitdagingen waar ze voor staan. Ja. Maar ik zou zeggen, de enige kracht, hè, dat is heel belangrijk. Prinses, maar ook John West en andere grote merken zijn allemaal onderdeel van die ISSF. En die hebben in 2009 gezegd, wij zijn de grote jongens. En wij bepalen 75% van de tonijn in de wereld. En wij gaan zorgen dat het duurzaam wordt. 2009. Als ze dat nou eens echt zouden doen, dan waren we al veel verder geweest. Goed. En daar gaat het om. Ze moeten veel meer stappen maken. Dat is het. Plus ik denk dat de druk van de markt niet groot genoeg is. Dus wij bekommeren ons hierom. Nou, als je naar Spanje, Portugal, Frankrijk, dan vind je helemaal niks. En dat zijn ook waar onder andere Princess of John West of Rio Mara ook actief zijn. Dus zolang er geen druk uit de markt is, blijft dat allemaal prima. Want hier kunnen we heel veel geld mee verdienen. Dus wat ik denk, wat ik niet begrijp overigens ook, dat de retailers in Nederland zich wel hebben uitgesproken over het verschap en het diepvrieschap. Van willen alles MSC hebben. Maar niet over de blikjes. Maar bij de blikjes dat het nog lang niet zo is. En als we dat allemaal gaan doen, dan gebeurt er wel wat. En u, wat is nou het meest nodig om die tonijn duurzamer te maken? Waar verlangt u het meest naar?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om het MSC als de standaard na te streven. En alle initiatieven gezamenlijk daar moeten bijdragen. En ik denk dat dat gemeenschap ook belang is. Oceanen, visserijen, omzetten. Ja. Daar hard aan werken in de industrie. Ja. En daar de verbeteringen doorbrengen. Uiteindelijk om een langhoudbare sustainable situatie te creëren. Om MSC uiteindelijk, denk ik, betaalbaar te krijgen. Want goed, in het stand van het schap was bekendgemaakt dat 22% van de tonijn daadwerkelijk maar mondiaal MSC voorradig is. En dat maakt ook de prijs. En ik denk dat het heel erg handig is als we meer oceaan MSC-standaard kunnen krijgen. En daarom doe ik al die Fishery Improvement Programs. Ja, ja, maar ik zou nog één ding mogen toevoegen. Dat in ieder geval wij ook als MSC natuurlijk de grootste verkoper hebben in Nederland. Dus het is heel dat goed. Dat heeft u nu 3 keer gezegd hoor. Dus dat is echt aangekomen. Ja, ja gezien de discussie. Zeggen, want we gaan nog naar de ronde over waar MSC dan eindelijk een keer aan tafel zit. En we horen wat hij is. Nog 2 enorme experts. Die ook allemaal duurzame top 100 bereiken. Omdat ze zoveel doen voor de vis. Ik wil even zeggen dat ik het ontzettend waardeer dat jullie hier op het podium hebben zitten. En zeker omdat er best wel veel vragen richting jullie gingen. Want de grote krijgt natuurlijk ook wel zwaarste schouders en zo. Breedste schouders, zwaarste lasten. Ja, maar dank, want dat waarderen we enorm. Geef ze een grote applaus. Deze. Goed. Mag ik Hans Nieuwe? Ik ga heel snel door, want we lopen gierend uit de tuin in het grote tonijndebat. Ik had natuurlijk ook nooit een microfoon moeten weggeven aan Joël, maar dat geeft verder niet. We gaan naar Hans Nieuwenhuis, die de directeur Noord-Europa is bij het MSC, de Marine Stewardship Council. Mag ik jou vragen om naar voren te komen? Welkom. Je bent nogal over de tong gegaan in het gesprek hiervoor. Ja. Gezegd. Monique van der Water, zij is Senior Advisor Marine and Fresh Fit Water MSC bij Wereld Natuurfonds. Geef haar een groot applaus. Christine Absil, directeur van de Good Fish Foundation. Ja. Even kijken hoor, want best wel grappig. Jullie zijn best wel veel stiekem over de tong gegaan al, hè? Ik bedoel, dingen die jullie hebben bedacht, mee aangewerkt hebben, onderzoek die jullie hebben gedaan, dat is af en toe naar gerefereerd. Je organisatie die je dan leidt. Maar met jullie wil ik praten over... De heren waren het eigenlijk eens. Hè? Certificering is enorm belangrijk. Maar wat is er nou nog meer nodig? Is certificering wel het echte antwoord? Kunnen wij, als je al die blikjes met logootjes ziet, wel iets met zo'n klein keurmerkje? Nou, dat soort kwesties wil ik dan met jullie nog even adresseren. Wat vond je van het vorige gesprek? Ja, goed. Oh, sorry. Zal ik zo goed? Goed. Ik vond het ook heel knap, Menno, dat je hier zat. En het werd eigenlijk gezien door Joël en ook door de vraagsteller daar. Maar jullie hebben eigenlijk meer gemeen... Zou je bijna vergeten dan dat je onderling verschillend hebt. Dat is namelijk de ambitie om je visserij te verduurzamen. En ik ben er ook trots op dat jullie allemaal dan MSC in ieder geval noemen als het baken om te volgen. En dat was goed om te horen. En het was ook een goed debat op de inhoud. Dus leuk om te horen. Maar dat wou je niet weten, denk ik. Of wel? Ja, hartstikke leuk. Wat vind ik nou van FIPS? Ja, nee. Is MSC, wat de heren zeiden, is dat de norm der dingen? Nee, ook maar even naar de andere gaan dan. Okay. Hè? Ja. Ja, voor de consument is MSC absoluut het duidelijkste kenmerk van duurzaamheid. Ja. Dat wil niet zeggen dat MSC altijd het eindstation moet zijn. Er zijn meerdere wegen die leiden naar duurzaamheid. En wij denken dat er een continue innovatie mogelijk is. Er zijn nog heel veel visserijen die met technieken vissen, waar veel bijvangst is. En dan niet alleen kleine vis, maar ook heel veel haaiensoorten waar er op dit moment echt heel slecht mee gaat. En ook MSC-visserijen vangen in bepaalde mate die soorten bij. En wij denken dat dat nog echt veel verder gereduceerd kan worden. Ja, heel goed. Want zo, ik bedoel, je zegt er kunnen echt nog wel stappen gezet worden om ook MSC een hogere mate van verduurzaming te geven. Ja, dat is natuurlijk een continu proces. We moeten blijven leren, innoveren en dat ook weer in die standaard dan opnemen. Ja, en ook gewoon als maatschappelijke organisatie voelen wij ook wel heel erg de druk, de noodzaak, de behoefte om daar kritisch in mee te kijken.
Ja. U zegt, wij houden dat in de gaten. Of dat wel? We houden dat zeker in de gaten. Ja. Heel goed. Wat vond u van het vorige gesprek? Want u wilde al een paar keer, zag ik u zo, zal ik al wat zeggen? Ja. Nou ja, dat ging over die fisheries improvement programs. Of dat nou wel of niet werkt. Dat weten we inderdaad eigenlijk nog niet. Er is één wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat is al een aantal jaar geleden. Ja. En daar was de conclusie inderdaad dat die heel erg gebruikt worden door de retail, de supermarkten, om maar dingen in de schappen te houden en verder niks te hoeven doen. Greenwashing noemen ze ja, dat. Hè? Ja. Ja, maar dat is echt al, dat is ook gebaseerd op cijfers van voor dat onderzoek. En inmiddels hebben een aantal milieuorganisaties gezegd van ja, die fisheries improvement programs, die zijn toch ook wel nodig. Ja. En die willen we op een of andere manier controleren. Dus tijdgebonden stappen moeten daarin zitten. Ja. En die willen we ook kunnen zien. En dat is dat fishery progress. De bedrijven of de visserijen moeten daar wel zelf hun gegevens aanleveren. Dus het is niet zoals MSC dat onafhankelijk wordt gecontroleerd. Maar het is op zich wel al een goed hulpmiddel om een beetje in de gaten te houden van oké, deze visserij zegt dat ze met een FIP bezig zijn. Nou, hoe staat het ervoor? Ja, en daarom kijken wij er ook op vanuit beide perspectieven naar. Je kan niet, iemand noemde het net, volgens mij Menno, 22% van de mondiale tonijnvangst is nu MSC gecertificeerd. Dat is niet zomaar gebeurd en het is ook lang niet genoeg. Dus hoe ga je verwachten? Ja, dat want voor diegenen die dat niet weten, hoe word je MSC gecertificeerd? Je moet aan een hoge standaard voldoen. En dan wordt gezegd, die standaard moet ook nog verder blijven evolueren. Dat vinden wij ook. Dat doen we ook iedere 5 jaar en nemen we dat onder review. Maar het is al moeilijk genoeg. En ruim 20% van de mondiale tonijnvangst voldoet aan die standaard. Nou, hoe wordt dat gecontroleerd? Je wordt op 28 indicatoren gescoord door een auditor met een groot dik boek. Ja, die komt onaangekondigd langs? Nee, die kan onaangekondigd langs komen. Maar voor een certificaat, dat wordt verleend voor 5 jaar, wordt een proces doorlopen van ongeveer 1,5 jaar. Het kan nog langer duren als daar nog vervolgstappen in worden gezet. Maar in die 1,5 jaar wordt beoordeeld, hoe zit het met dat? Met al die staatjes van Steven, maar dan een stuk gedetailleerder om heel specifiek, niet over het algemeen Indian Ocean, niet maar over het algemeen. Die, we hebben het over 23 stocks, dus populaties of voorraden vis. We hebben het over 6 vissoorten. We hebben misschien wel over 6, 7 grote vangstmethodes. We hebben het over 5 beheerseenheden die ook in de plaatjes van Steven stonden. Het zijn zoveel variabelen. Je kan alleen maar specifieke uitspraak doen over een visserij in een bepaalde setting. Hoe wordt die beheerd? Door wie? Wie is de vloot? Hoe wordt gevangen? Op welke visbestanden wordt gevist? Wat wordt erbij gevangen? En dat beoordeel je allemaal in zo'n MSC-assessment. En voordat je daaraan voldoet, moet je gewoon behoorlijk je act together hebben, zeg maar. En als je dat niet hebt, dan moet je er harde stappen voor zetten om daaraan te gaan voldoen. En dat ben je niet zomaar. Dus wij geloven, ik kijk altijd naar FIPS als in een metafoor. Een MSC-gecertificeerde visserij is wat de uitflux is van school. Je verlaat met een diploma je school. Ja. En een FIP, Menno noemde, hij duurt bij hun 5 jaar. Dus dan kun je het vergelijken met een HAVO-diploma. Met een HAVO-diploma ben je in ieder geval gekwalificeerd om een bepaalde vervolgopleiding te gaan doen. Als je in de eerste klas zit van de HAVO, ben je niet zo ver. Maar je moet jaar op jaar overgaan. Hè? Nou, een overgangsrapport is een beetje, maakt die FIP wel voldoende voortgang. Maar zonder FIP, of zonder inspanning om de visserij. Het is niet iets wat je kan kopen. Ja. Je moet aan een hele hoge standaard voldoen. En dat is heel erg moeilijk. Nou Monique, dan ben je de bedenker. Nou ja, je wordt in ieder geval geëerd, laat ik het zo zeggen, als de bedenker van de viswijzer. Hè? Wacht even. Die eer geef ik aan Christine. Christine, jij bent de bedenker van de dingen. Ja, precies. Ik zat jullie namen doorkatten. Bedenker van de viswijzer. Wat staat er op de viswijzer voor tonijn? Welke tonijn wil je? Precies. Ja. Blauwvintonijn? Ja, er staan een heleboel tonijnen op. En we kunnen hem niet zo heel compact maken. Maar een heleboel kleuren en een heleboel soorten. Dus het beste is om in de app te kijken. Ja, de viswijzer-app, zeker? Ja, want dan kun je gewoon per vangstgebied kijken van oké, staat deze er goed voor? Heel belangrijk. Dat betekent dus dat op dat blikje moet je dus eigenlijk kunnen vinden waar die is waar die vandaan komt, hoe die is gevangen en wat voor vangtechniek er is gebruikt. Ja. En? Ja,
En in de vangsttechniek en inderdaad waar die vandaan komt. Precies, die twee dingen moet je weten. Maar in principe is de wetgeving over wat er op een vis moet staan of een visverpakking is best wel goed in Europa. Veel beter dan in Amerika. Want die informatie moet erop staan, maar dat moet op verse vis staan. En bewerkte vis, en tonijn is bewerkte vis. Tonijn in blik is bewerkte vis, ja. Daar hoeft dat niet bij te staan. En als het erop staat, weet je niet of dat betekent dat hij in dat land wordt geblikt of wordt gevangen. Dus het is heel onduidelijk. De informatie die wettelijk is voorgeschreven, daar kan je eigenlijk heel weinig mee. Met bliktonijn heb je daar niks aan. En daarom zeggen wij ook van, nou voor bliktonijn, ga dan maar voor dat keurmerk. Maar er is nog een heleboel andere tonijn, bijvoorbeeld in een restaurant. De blauwvin of de gekleurde geelvin. Die niet in een blik zit, maar waar de chefkoks in elk geval... Die hebben meestal helemaal niks met MSC om diverse redenen. Maar in die hele sector, daar moet je gewoon niet met een keurmerk aankomen. Maar er moet wel nog een heleboel gebeuren. En wat wij vinden dat daar moet gebeuren... Mm-hmm. De traceerbaarheid, dus de informatie, waar dat het is dus vandaan verse komt. Tonijn. Ja. Die handel, de sligro en de macro en iedereen die levert aan die chefs, die moeten vertellen welke tonijn het is en waar die vandaan komt. Ja. En dat gebeurt nu veel te weinig. Dus wij zien nu in een restaurant al die chefs van, nou ja, het is tonijn. Ja. Dat vinden wij heel jammer. Ja, en dat helpt natuurlijk niet als het dan zo'n all you can eat, waar Joël de lofzang net op zong. Dat helpt dan niet, want die weten dat zeker niet. Nee. Ik heb een microfoon in mijn handen. Ja, ik weet Kijk het. Uit. Ja. maar juist in restaurants wordt ook ontzettend helaas gesjoemeld met vis. Ja. De fraude en soms ook onbenulligheid. Want er worden ook dingen verwisseld voor een duurdere soort die dan goedkoop wordt verkocht. Maar ik geloof dat Oceana niet lang geleden een publicatie heeft gedaan dat Europa-wijd maar 30% van de horecavis gewoon verkeerd is gelabeld. Niet is wat die is. Oh, maar, niet zoals gewoon die fraude. Verkocht. Fraude of onbenul, of onkunde. Ja. Het is voor alle vissen, dat geldt niet per se voor tonijn, wordt nu even vanaf de eerste rij gezet. Maar even als indicatie voor wat jij wat je zegt. Wat is wat u betreft de grootste? Want de mannen waren het eens... Zeg maar jij, hoor. Ja, nou, vind ik fijn. De grootste uitdaging. U zegt, het gaat over die traceerbaarheid. Die is echt super nodig. Juist ook op de plekken waar je dat nu niet kan zien. En dat is die restaurants. Wat is voor u? Ja, dat is voor de consument. En iedereen die vis of tonijn inkoopt, is dat wel echt belangrijk. Want dat zorgt er ook voor dat degene die de vis vangt en de vis verhandelt, daar op een meer fatsoenlijke manier mee omgaat dan dat tot nu toe soms gebeurt. En dat komt gewoon doordat het is allemaal ver van je bed. Je hebt echt geen idee waar die vandaan komt, door wie die gevangen wordt. Dus als je die traceerbaarheid echt vergroot en de VIP's kunnen daarvoor maar een eerste stap zijn. MSC heeft een beter traceerbaar systeem. Er zijn ook wellicht andere manieren. Blockchain schijnt een manier te zijn om vis echt van de boot tot aan het bord te traceren. Ja, het is gewoon een Excel-sheetje die je steeds doorstuurt. Waardoor je de herkomst kan zien. Ja, het wordt allemaal heel moeilijk over gedaan. Maar ik heb laatst een avond over blockchain gedaan. Dat is niet ingewikkeld. Eén ding, echt oprecht een vraag. Stel dat, want je zegt van oké, voor bewerkte vis is het niet verplicht om de herkomst, et cetera, op dat blik. Stel, de Nederlandse overheid maakt het wel verplicht om te zetten. Het is hier geblikt, het is daar gevangen. Ja. Wie controleert het? Wie controleert het? Niet de Nederlandse overheid. De handelaren. Sterker nog, er is een discussie gaande. Ja. Dit is een Europese discussie waar eigenlijk een super interessant gevecht gaande is tussen de Europese vangsector. Ook de Spaanse sector. Mm-hmm. Die misschien wel denkt, hey, dit is voor ons een kans om ons te onderscheiden van al die andere visserij wereldwijd. Laat ons maar... Ik denk dat douane en inspectie, hè? Maar de Europese kenners zitten helemaal niet te wachten op die extra informatie die ze dan zouden moeten gaan... En je moet je afvragen waarom dat natuurlijk is. Hè? Die regelgeving is best wel toe te passen. De grote tonijnhandelaren, die kunnen dat ook best wel opleggen. Als zij daarvoor gaan, dan zullen heel veel overheden, zeker de Europese Unie, daarmee meegaan. Maar ergens is er een incentive, gebruik ik wel een Engels woord, is er een drijvende kracht om dat niet te doen. En dat zit hem heel vaak in
dat er of gesjoemeld wordt dat de tonijn misschien toch uit andere gebieden komt, maar ook dat heel veel van de bijvangst commerciële waarde heeft. Heel veel van de bijvangst zijn bijvoorbeeld haaien, die worden massaal gevangen, waarvan de haaien vinnen weer naar China gaan. Er zijn dubbele markten. Er zijn andere drijvende krachten die ervoor zorgen goed, maakt dat het interessant. Die visserij niet nu al helemaal om kan gaan. Kijk, dit helpt heel erg. Hè? Dus waarom lukt het nou niet om het zo snel te laten doen? Los van dat we ontdekten dat die fish improvery programs hun makken hebben. Zijn er ook andere motieven om niet heel te gaan verduurzamen? En die zijn eigenlijk heel interessant om even op het netvlies te hebben. Ja. Zoals de waarde van de bijvangst. Dat je juist eigenlijk bijvangst wil hebben. Omdat die commercieel interessant is. Wat, zijn er nog meer aspecten die we op het netvlies moeten hebben? Want u weet echt best wel veel van, hè? Dus die we nu deze avond nog niet benoemd hebben. Wat zegt, ik wil het toch nog... Wat al heel even genoemd is. En dat is niet in eerste instantie een duurzaamheidsdingetje. Maar ik wil het toch nog wel even herhalen. Het sjoemelen met tonijn. Ja, dat is nu een paar keer gezegd. Dat is echt relevant. 30% werd net gezegd voor de vis. Maar het is groter. Nou, dat is het sjoemelen met labels. Wat ik nu bedoel is... Nee, dat is soorten die het niet zijn. Soorten of inderdaad namen. En dat is met alle vis. Maar met name met tonijn wordt er ook nog wel met kwaliteit gesjoemeld. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld tonijn lang houdbaarder te maken door het te behandelen met citroenzuur. En dat mag. Net als met een appel, als je daar gewoon een citroen op laat druppelen, dan wordt hij niet snel bruin. Ja. Dat mechanisme, oxidatie, dat gebeurt ook heel snel bij tonijn. Dus je mag als handelaar mag je daar een heel klein beetje citroenzuur overheen doen. Maar als je er gewoon wat meer doet, dan blijft het echt heel lang rood. En je kan het ook nog gebruiken om nitriet te maskeren. Het zijn allemaal dingen die gebeuren wel. En we vinden wel dat consumenten daar ook van bewust moeten zijn. En heeft dat gezondheidsrisico's? Of? Ja. Tonijn kan, als die bederft, dan zit daar een eiwitje in. Die wordt omgezet en dan krijg je histamine. En histamine, dat veroorzaakt allergische reacties. Ja, dat weten we allemaal. Ja. Nou, dat stofje, dat vormt, dat komt in die tonijn als die bederft. En we weten dat er veel sjoemel mee gedaan wordt met de houdbaarheid van die tonijn. Ja, en dan loop je dus een risico. Ja. Wat is er nog meer vandaag? Wat ik belangrijk vind om nog aan te geven, want we komen zo aan het eind van deze avond. Hè? Dus wat zijn nou belangrijke inzichten? Heb ik gemist vanavond? Oh, wat ik gemist heb... Uiteindelijk gaat het natuurlijk over het beheer en waar de drijvende kracht ligt om dingen te veranderen. En die zit bij landen, die zit bij de industrie, die zit ook bij de vissers zelf. Dus uiteindelijk moet je heel goed kijken hoe de geldstromen lopen en waar je invloed op kunt hebben. Ja, en waar zou je dan als eerste beginnen als u echt zeg maar de tonijnautoriteit zou zijn? Als ik de tonijnautoriteit zou zijn, dan zou ik in de Indian Ocean zeggen yellowfin tuna even halveren, die vangsten. Okay. En verder zou ik, maar dat is ook omdat ik wat meer weet over de bijvangsten, veel beter gaan kijken naar de bijvangsten, ook van niet superbedreigde diersoorten, niet alleen maar walvissen en dolfijnen, maar ook heel veel haaiensoorten, omdat als gevolg van de tonijnindustrie gaat het daar heel slecht mee. En uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon slecht met de oceaan. En dat moet je zien te voorkomen. Dus je moet een veel holistische blik hebben. Ja. En die verantwoordelijkheid ligt bij overheden, maar die wordt natuurlijk ook gestuurd door de tonijnvisserij en de retailers. De vraag vanuit de consument is dan natuurlijk ook belangrijk. Dus wees bewust van de keuzes die je zelf maakt. En hangt dan de vangstmethode, de bijvangst, van daar hadden we het even. Dat was het derde kolommetje. En dat was echt het problematisch. In ieder geval, daar kon je bijna. Dus de vangstmethode, als u dit belangrijk vindt, omdat u zegt, we moeten die holistische blik op al die populaties hebben, dan is de vangstmethode dus toch heel erg relevant. Hè? Ja. En welke vangstmethode is dan, wat moeten we daar dan van weten? Ja, de longline visserij, daar hebben we het nu niet over gehad. Dat is een klein onderdeel van... Dat zijn eigenlijk allemaal haken die aan zee hangen, in zee hangen. Ja. Waar eigenlijk elke vis op afkomt. Ja. Of elke zeeschildpad of
zelfs heel veel. Haal je omhoog en dan ben je gewoon benieuwd. Heel veel zeevogels. Ja. Dus dat is wel een niet selectieve visserij. Ja. De polar dus line is natuurlijk duurzaam. Heel selectief. Ja. En selectief betekent je vangt wat je wil vangen. Ja. En de purslijn in sommige gevallen is die selectief. Andere gevallen, zeker als er met die lokvlotten gewerkt wordt. Ja. Is het niet alleen wat de visserij binnenhaalt, maar ook wat doodgaat in de lokvlotten. Ja. Wat gewoon nooit aan boord komt. En even voor de duidelijkheid, MSC, dan, daar mag je geen lokvlotten voor gebruiken. Of Nee, dat kan precies wel. Wij kijken, of de standaard kijkt naar de uitkomst. Ja. Die kijkt naar of is er te veel bijvangst of niet. Precies, dat is het criterium en niet de methode. Niet de methode. Ja. Iedereen mag het proberen, maar je moet een uitkomst realiseren. En in dit geval dus te weinig bijvangst hebben. En dat kan niet met het kan wel. Zijn er lokvlotten die dat wel kunnen? Er zijn voorbeelden. Ja. Oh. Ja. Maar ze zijn in de minderheid. Ik denk dat verreweg de meeste van die 22% die worden met ball and line of met die vrije schoolpurslijns gevangen. Ja. Ja. Maar het is niet principieel uitgesloten. Het gaat om het resultaat. Dus als jij bijvoorbeeld je aantal lokvlotten dramatisch terugbrengt en als je ze op een bepaalde manier beheert, als je ze binnenhaalt en niet laat ronddrijven, als je ze biodegradeerbaar maakt, als je de entangling nets ervan verwijdert, dan kan dat mogelijk wel. Maar het gaat om de uitkomsten, daar moet je naar kijken. Daar kijkt de MSC-standaard, of de auditor, die kijkt daar naar. Er werd net even ook genoemd, en dat is ook een keer eerder aan de orde geweest, dat die retail wel voor het versvak al besloten heeft dat alles MSC gecertificeerd is, maar niet voor de blikjes. Hè? En dat is de grote bulk van tonijn die Nederlanders in ieder geval eten. Ja. Wat is nou de rol van de supermarkt in dit debat? Want we hebben heel streng gedaan tegen de... Nou ja, dat is een hele goede vraag. We hebben een andere avond dan deze, maar een soortgelijke avond gedaan een paar weken geleden in Antwerpen voor de Belgische markt. En dat is een totaal andere markt. Dat is een markt die niet zozeer skipjack, maar yellowfin eet uit blik. Maar die vooral een 3-4 keer zo grote bijdrage heeft van wat we dan noemen huismerk, private label. Dus de Colruyt en de Deleuze en de Carrefour, die hebben onder eigen merk daar al behoorlijk wat MSC-producten, veel meer dan aanmerken. Dat kennen wij helemaal niet in Nederland. Er is één keer, weet ik uit recente verleden, geprobeerd, volgens mij door Albert Heijn, en onder eigen merk een productlijn te introduceren, is niet gelukt. Dus in Nederland is er sprake van een merkgedomineerde markt. Ja. En die merken, daar hebben we het vandaag al vaak over gehad, die doen het op een verschillende manier. Die hebben allemaal hun lange en korte termijn strategie. Maar er zijn geen huismerken eigenlijk in Nederland op de markt. Behalve bij de twee discounters, de Duitse discounters. Die hebben wel eigen Aldi merken. Maar die doen helemaal natuurlijk geen aanmerkproducten. Nee, die hebben geen aanmerking, die hebben alleen eigen merken. Maar die certificeren ze natuurlijk wel soms in andere productcategorieën. Ja. Ik heb daar trouwens een slide voor om dat te laten zien, want Menno verwees even naar, maar dat is voor later. Oké. Okay. Ik dacht die retailers die bepalen, die zijn wel degene die bepalen om af en toe iets in de aanbieding te gooien. Ja. Nou ja, daar werd kun je dan nou een bedreigde diersoort in de aanbieding gooien? Dat is wel iets waar we ze heel hard op kunnen aanspreken. Ja, daar werd daar net zowel over in positieve als negatieve zin over gesproken. Positief, je zou het meer kunnen benadrukken door alleen maar te stunten met MSC. Maar daar werd zelfs gezegd, je moet het helemaal niet willen met niet MSC gecertificeerde producten. Dat is een belangrijke factor, die rol van de retailers. Maar ik wil ook nog wel hebben over de rol van de consumenten. Wij hebben... En dan wijs je in. Nee, omdat jij het noemde. En begin van deze maand werd een nationale tonijn-enquête wereldkundig gemaakt. Dat hebben we dus door Motivaction onderzoek laten doen onder meer dan 1000 consumenten. Van wat weet je nou van duurzaamheid van tonijn? Wat weet je überhaupt van tonijn? Nou, uitkomst 70% wil duurzame vis. Maar 70% van die respondenten weten ook niet hoe ze dat moeten vaststellen. Ze weten heel erg weinig van tonijn. Zoals we hier samen zitten met een hoog complexiteitsniveau in de discussie. Ik hoorde zelfs Bart, die daar als tonijnexpert stond, op een gegeven moment zeggen, ja, ik ben een beetje lost in de discussie die we voeren. Het is best wel ingewikkeld op al die dingen waarop je moet letten. Nou, die consument in Nederland die vindt dit heel erg moeilijk. En zegt het wel te willen. Dus wat drijft hem dan wel? En dan komen we misschien een beetje bij een derde uitkomst van die enquête. Die consument die maakt zijn hand ook best wel schoon. Die zegt, ja, maar het is een verantwoordelijkheid voor de overheid en voor de merken om op te lossen. Terwijl ik denk, en het MSC-programma gaat er natuurlijk over, en jij zegt dat terecht, juist die consument heeft ook purchasing power. Die kan ook mede. Die kan kiezen voor MSC-gecertificeerde producten. En dat verschil tussen 51% SKU's en een veel lager getal omzet heeft ook te maken met waar kiest die
consument uiteindelijk voor. Ja. En dat heeft ook te maken met prijszetting. Als het een paar keer is uitgelegd, de term, dan laat ik het jargon gewoon bestaan. Maar als jullie het te ingewikkeld vinden, moet je even zo. Yeah. Heel kort, voor het referentiekader, want we hebben het nog niet benoemd vanavond. Hans, jij weet het waarschijnlijk. Gemiddeld, hoeveel is een MSC-blikje duurder dan een gewoon blikje? En dan niet in de aanbieding. Gewoon, waar zit dat ongeveer? In Nederland. Ja, bij ons. Ja, bij ons. Nou, ik denk dat het vrij groot is. Ik heb laatst wat getallen gezien dat verschil wel rond de 40% zat. Want die hebben net gehoord. Even een getal. Gewoon een getal. 40% zei ik. U weet het, u verkoopt ze allebei. Dus hoeveel duurder is dat MSC-blikje nou dan dat niet-MSC-blikje? Nee, dat is heel moeilijk te zeggen, want de retailers maken de prijs. Ik weet het. Ja. We hebben pas dus een onderzoek gedaan. Jij en weet het ook. Daar zit je tussen de 40 en toch wel 150%. Procent, En dat gaat, is dus 1 euro, 2 euro, noemen ze een bedrag? Ja, 1 euro versus 2 euro, 2,50 euro. Ja, dat is mij. Kijk, je moet natuurlijk, je hoort al van Prinses, het is moeilijk te vergelijken. Ja. Kijk, je hebt dus een blikje staan voor bijvoorbeeld 1,29. Maar dat blikje, daar zit bijvoorbeeld 140 gram uitleggewicht in. Ja, snap het. En dan zetten ze natuurlijk een ander blikje, daar heeft bijvoorbeeld een veel lager uitleggewicht En die prijs is toch ook wel veel. Hoe groot is het verschil hoog? Wat jullie de retailer heeft? Want jullie zeggen nu, ja, ik kan niet zeggen, want de retailer maakt de prijzen. Maar voor hoeveel verkopen jullie een blikje gewoon en een blikje MSC aan de Albert Heijn? Behalve dat je aandeelhouders hebt en niet alles bekend mag maken, maar even gewoon zo inschatting. Maak het ze niet te makkelijk. Nee, even een inschatting. Hoeveel duurder is nou dat MSC gecertificeerde blikje? Nou, dat is heel verschillend, denk ik. Ook op basis van de In Ocean en de investering. Nou, kijk, nou ja, de duurzaamheid gaat wel met investeringen. Ja. Hey, ik bedoel, we moeten investeren om duurzaamheid mogelijk te maken. Er zijn heel veel programma's, omdat het kost geld. En wat wij proberen als Prinses is dat natuurlijk door te laten ook rekenen naar de retailer. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Ja. Maar we willen het niet dat het maakt u minder marge dan op MSC gecertificeerde blikjes? Dat is mogelijk. Maar ook als wij bijvoorbeeld dat investeren om promoties te maken, dan zullen we daar zeker op investeren. Oké, okay, nee. Moet er... Nou, misschien nog één onderdeel waar de overheid wel iets aan kan doen. Wij betalen voor de Malediven aan, en dat is een EU-regulering, 21% import duties. Er zijn op dit moment veel visserijen in Indonesië die gecertificeerd gaan worden MSC, betalen we 21%. Terwijl heel veel vis die niet MSC gecertificeerd is, waar Menno ook vandaan, die worden zonder duties binnengehaald uit bijvoorbeeld Afrika. Dus de overheid zou wel degelijk zeg maar aan die kant wat kunnen doen om het aantrekkelijker te maken om MSC-vis naar Nederland. Ja, dus dat zijn heffingen die de douane heft, hè? Even voor de... Nou, om het maar heel concreet voor je te maken. Een van onze producenten uit Papua-Nieuw-Guinea zit hier in de zaal. Waar is die? Die kunnen zeg maar MSC-gecertificeerde tonijn ten opzichte van niet-MSC-gecertificeerde tonijn tegen een premium van 10% maximaal aanbieden aan de retailer. Ja, maar ik vind het heel... Ja, nee, maar dat kan ik natuurlijk niet laten. Het is, we zijn al gierend uit de tijd aan het lopen, dus we gaan het heel kort houden. Maar 10% maar. Ja, dat is echt... dat is meer dan voldoende. En dat is ook meer dan voldoende? Absoluut. Dus u zegt voor 10% van de, voor de verhoging van de investering of voor de prijs, kan ik dat product duurzaam leveren? Absoluut. Het is echt aan de retailer. Het is aan de retailer om te gaan. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, en waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat natuurlijk als de marges die daadwerkelijk worden gemaakt veel hoger liggen dan die 10%. Want het kost meer geld. Het kost veel meer moeite om duurzaam te vangen. Dus dat is die 10% misschien. Maar je maakt het de consument ook wel moeilijk om deze keuze te maken. Ja. En uiteindelijk gaat het erom dat die producten wel de vraag krijgen van de consument. Nou, ik betwijfel. Er wordt nu gezegd alsof duurzaamheid altijd duurder is. Maar dat is helemaal niet zo. Daar is helemaal geen bewijs voor. Heel veel methodes die duurzamer zijn, zijn methodes die al voorheen veel meer gebruikt werden, minder brandstofkosten. Dus je zegt bij een holistisch is weer een oproep om veel integraler te rekenen en holistischer te kijken. En dan zegt u, dan kom je eigenlijk misschien wel een andere... Nou, ik denk dat je niet als excuus mag gebruiken dat MSC-gecertificeerde producten per definitie veel duurder zijn. En in het buitenland is dat ook vaak niet. Dus ik ben heel erg blij met die opmerking dat het met een marge van 10% wellicht verder kan. Het over een dubbeltje maar voor een visserij die bijvoorbeeld in een VIP zit en
een uitdaging heeft om zijn bijvangst terug te brengen en daardoor bijvoorbeeld zonder lokvlotten wil gaan vissen. Ik kan je vertellen, achter de vis aangaan om vrije scholen te vangen is gewoon veel tijdrovender en veel kostintensiever, omdat je meer brandstof moet verstoken. Dus natuurlijk maak je wel meer kosten. Maar blijkbaar is het ook kostendekkend. Anders zouden niet zoveel visserijen wel MSC gecertificeerd kunnen zijn. Dat is natuurlijk een keuze. Sterk hoor, anders hoort niemand nu. Wij sluiten in onze wateren 4 maanden de gehele visserij voor het vissen op lokvlotten. En dus zo kan je die dingen beïnvloeden. Ja. Ja. En toch verdien je nog geld ermee. Dus die prijsdiscussie is... Maar dan is de supermarkt toch wel weer een belangrijke factor als we dat nu horen. Omdat je kan het maar voor een 10%... Ja, jammer dat ze... tenzij ik iemand over het hoofd zie. Want het is iemand van de supermarkt in de zaal? Ja, ik ga langzaam aan het afronden. Maar er staat iemand echt nog zo. Dus dat betekent dat er echt het heel urgent is. Ja, ik wilde even het punt ook inbrengen dat de oceanen waar we het hier de hele tijd over hebben, zijn echt gigantisch, gigantisch, gigantisch groot. En dat is een enorme probleem om het überhaupt goed in de smiezen te houden. New York Times heeft in 2015 een geweldige mooie serie geschreven over de lawlessness of the high seas. Onder andere ook over kleine natiestaten midden in de Pacifische Oceanen, die inderdaad heel erg hun best doen om hun wateren te beschermen. Maar ja, er komen trollers uit andere delen van Azië en inderdaad Afrika, wat gezegd wordt. Die wateren zijn zo groot, dat is bijna niet, kwam uit dat artikel ervoor, handhaafbaar. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu beter gaat en hoe ze dat doen. Ja, hoe doe je dat op zo'n groot water? Dus jullie gaan met die certificeerders of die controleurs, gaan jullie dat doen? Ik heb niet die 28 indicatoren van de MSC-standaard uitgelegd, maar er zijn een aantal criteria die juist gaan over hoe kan je al het moois wat je hebt voorgenomen ook in de praktijk realiseren. En daar heb je natuurlijk toezicht voor nodig. En het voorbeeld van de Grote Oceaan en de Kleine Eilandstaat, ik wijs naar Henk, ik had dus ook daarheen kunnen wijzen, dat heeft te maken met een oceaangebied wat zei 40% groter dan heel Europa. Dat moet dus gebeuren met een intensief systeem, dat hebben zij, van observers. 100% in ieder schip varen observers mee die dat moeten controleren. Het schip. 100%. Ja, precies. Nee, we zijn echt 10 over. Ik krijg Barbara langzamerhand zo in een soort oortje wat ik niet heb. ik wil nog even naar jullie. Waar hebben jullie nou? Jullie werken in de hele wereld naar om dit te verbeteren, samen met bedrijven. Waar heb je nou krijg je de meeste hoop van? Zeg ze, ik zie gewoon dingen gebeuren, die zijn nog niet op de radar, maar daar word ik wel enthousiast van. Dat ik denk, even nadenken. Mm-hmm. Dingen die ik zie gebeuren, die een positieve kanteling hebben. Het feit dat er weer blauwvin in de Noordzee zwemt, vind ik een goed teken. Middellandse Zee. En de Noordzee. In de Noordzee. Het is in onze zee. Okay. Ja. Maar. Ik hou eigenlijk niet van maar hier zit toch wel echt een dikke maar aan. Oh. Omdat die vis commercieel zo interessant is, want hij is zo lekker, dat kan ik ook beamen. Moet je heel erg oppassen dat je het kind niet met badwater weggooit. Dus we moeten ervoor zorgen dat er voorlopig geen quota komen voor blauwvintonijn. Niet in de Atlantische of in de Atlantische Oceaan zijn er wel wat, maar niet in de Noordzee. Zodat je gewoon die natuur gewoon de rust geeft. Overbevissing is ontstaan doordat er veel te snel, veel te grote hoeveelheden uit de zee genomen zijn. En dat weten we nu, dus we kunnen dat keren. En ik heb 8 tot 10 jaar geleden de tonijnbeoordelingen gedaan voor de viswijzer. En als ik nu naar het staaltje kijk, zie ik dat er veel meer, inderdaad skipjack en yellowfin, in veel meer delen van de wereld, dat het met het bestand veel beter gaat. Dus dat is fijn. De kanttekening is dat het met heel veel bijvangsoorten in die 10 jaar heel veel slechter is gegaan. Ja,
Dus u zegt, we moeten toch ook bij die viswijzer holistischer gaan kijken. Nou, dat doet de viswijzer wel. Maar u maakt zich dan nog wel zorgen. Dus er wordt gezegd, de populatie gaat op orde. U zegt, maar dat wordt niet integraal of holistisch bekeken. Nee, wat ik zeg is, duurzaamheid is alles bij elkaar. Ja. Het is niet of het bestand, of het beheer, of de controle. Het is ook echt... Het grote probleem zit hem nu in de bijvangsten en de impact van visserij op het ecosysteem. Dat is niet alleen voor tonijn zo, dat is voor heel veel visserijen zo. Ja. En wat is voor u waar je zegt van, nou, dat is voor mij, als ik nadenk over de toekomst van vis, daar word ik hoopvol van. Of is dat er niet? Hè? Dat mag voor mij ook. Wij werken nu vooral met, omdat we nu vooral met restaurants werken, ook met de keten die daarachter zit, de importeurs. En wat we eerder echt, als ze daarbij op de deur klopten, en we hadden het over, wilt u misschien werken met de viswijzer? Dan, nou, dat was zo, waar heb jij het over? Ze komen nu naar ons toe. En dat vind ik wel, ja, daar word ik wel blij van, dat de handel zelf ziet van, oh ja, we moeten daar iets mee, kunnen jullie ons helpen? Ja. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel best wel ongerust over wat er op de wereldwijde schaal gebeurt. Er zijn heel veel mensen in China die allemaal vis willen eten. Dus als wij het allemaal heel duurzaam willen doen en ook die importeurs. Die mensen die vis vangen, die kunnen voor hetzelfde geld hun vis op een veel minder duurzame manier naar China sturen. En dat vind ik heel zorgelijk. Hmm. Duidelijk. Joël zit al de hele tijd soort in de microfoon, soort van, ik wil echt nog één ding zeggen. Nou, gewoon een ja-nee vraag. Alle drie ja of nee. Kwart over de meneer achter mij heeft net op ah.nl opgezocht. Blikje tonijn gewoon 1,79. Blikje tonijn van dezelfde leverancier MSC 2,49 was het. Blikje van Fishtails 2,69. Dat is ruim een euro meer. We hebben gehoord van mensen, investering in duurzaam kost geld. We hebben gehoord van mensen... het hoeft niet duurder te zijn. Moeten wij als consument, want daar hebben we het eigenlijk niet voor over gehad, moeten wij bereid zijn om ruim een euro meer te betalen, ja of nee? Nee. Nu, hè? Nu. Nee? Nee. Oké. Okay. Ja of nee? Ja, nu nog wel. Oké. Okay. Christine? Nee. Okay. En dat is dus heel interessant, want u zei, ja, het kost een beetje meer geld, want je moet investeren, maar de consument hoeft daar niet een euro meer voor te betalen. Nee, het kan echt minder. Ja. En u zegt, omdat die context nog zo fragiel is, vind ik dat je op dit moment naar die ondernemers moet gaan die het top of the bill doen, om het even zo te zeggen, en dus veel duurder zijn. Kunnen we, of dat klinkt misschien weer een slechte samenvatting. Nee, hoe? Ja, maar ja, u zegt, help! Kijk, ik wil even aangeven, dat is heel leuk, hè, die grote premium. Maar wij hebben 800.000 ton tonijnpotentieel die we MSC zouden kunnen certificeren. Juist door al die prijzen. En ik wil dat toch even als een voorbeeld geven wat er in Zweden is gebeurd. In Zweden hebben we een retailer gehad. Die heeft 2 jaar lang MSC in zijn schap gehad voor veel te hoge prijzen. Toen dacht hij, ik ga het op dezelfde prijs verkopen als mijn gewone tonijn. En hij deed dat en hij was gechoqueerd dat hij geen verkoop had. Wat blijkt, de klanten waren zo MSC-avers geworden. Zo van, laat maar staan dat blikje. Dat ze als ze het logo al zagen, pakten ze het al niet. Dit is weer een argument tegen die euro meer. Oké, het is dus complexer dan dat. Kunt u nog één keer uitleggen waarom wel die euro extra? Ja, omdat je als consument de keuze hebt voor duurzaam gevangen vis en dat is MSC. Als dat nu nog duurder is, ik denk dat het veel goedkoper kan. Ik denk dat het absoluut niet noodzakelijk is dat het 1,5 keer zo duur is als een gewoon blikje tonijn. Maar je weet in ieder geval wel dat je op weg bent om zelf duurzaam te consumeren. Goed. 17/10, hè? Dus laatste woorden. Laatste woord. Nou... Kijk, het gaat om die marktvraag. Die marktvraag is geen doel op zich. Het gaat erom wat die teweeg brengt in die keten. Ja. En mijn droom is, en dat was ook jouw droom, jij noemde hem net, dat bijvoorbeeld de yellowfin stok in de Indian Ocean weer op een goed niveau komt. Dat zijn, 25 landen
inclusief allemaal rough states die erover onderhandelen, die gaan dat niet vanzelf doen. Als die marktvraag zich wel articuleert, en daar hebben we geen skyrocket high prices voor nodig. We hebben echt een goede prijs nodig die fair is voor de vissers, die de duurzaamheid recht doet. Maar dan krijgen we die druk op dat systeem om ook echt vangstmaatregelen te treffen voor de yellowfin. En dan geef jij terecht, en dan moeten we ook nog maar even naar de consumenten van China gaan kijken. Uiteindelijk. Precies. Als nou ja, best wel heftig context. Ja. Ja, nou, we helpen ze, want daar hebben ze ook inmiddels een vishuizen gemaakt. Dus we gaan gewoon overal wisselen. Ja. De Hong Kong Kong. Ja, zoiets. Ja. Nee, je macht en impact reikt ver, blijkt maar weer. Wat een klein lumineus idee toch kan veroorzaken. Dames en heren, dank. U heeft 2 uur en 18 minuten in deze zaal gezeten. En u bent muisstil. Ik voel een beetje aan de energie van, kan ik het nog net iets rekken of niet? U heeft dat willen doen. Daar wil ik u ongelooflijk voor bedanken. Geef hun nog even een groot applaus. En laten we dan even met alle sprekers applaudisseren voor dit zeer geïnvolveerde, zeer betrokken publiek. Dank jullie wel. En dan is het nu tijd voor een drankje. En de programmamaker Barbara, die is nu heel boos op mij dat ik het 18 minuten heb laten uitlopen. Maar die doet ook altijd even inschatten wie er in de zaal zitten. Volgende week Trouw Duurzame Top 100 over duurzame onderwijs doen we samen met Trouw. De dag daarop een documentaire over het grootste burgerinitiatief van Nederland. Holwert aan Zee, een paar mensen die gewoon besluiten om de zee weer terug te brengen in hun dorp. En dan over 2 weken... een hele dag, een conferentie over gezond en lokaal lekker eten hier tijdens We Make the City, een groot festival voor innovatie. Dank jullie wel allemaal.